komt toch niet aan de tafel. Dan gaat op de achtste rij zitten. En nu meneer Leuwik zit, kunnen we vergadering openen. En die is bij deze geopend. Er zijn 4 insprekers. Wenst er nog iemand in te spreken die zich niet gemeld heeft? Dat is niet het geval. Dat betekent voor de vaststelling van de agenda dat we beginnen straks met het fietspad Dunnewind. In de volksmond ook wel genoemd het fietspad Willemsen. De grondlegger van de motie om het fietspad aan te leggen. Wethouder Ter Keurst is vanwege gezondheids- en vermoeidheidsverschijnselen afwezig. En hij wordt waargenomen door onze waarnemend burgemeester Mark Bouwmans. En die zit tot het laatst toe volop op de bok. Dan beginnen we met het inspreken. En dan vraag ik meneer Arend Spijker naar voren. Want die heeft een PowerPoint-presentatie. U mag hier gaan zitten. Mag erbij staan, hè? Van deze al een beetje lastig. Aan het woord is meneer Spijker namens de milieu, natuur en milieu de Vechtstreek. U hebt 5 minuten tijd. Dank u wel, voorzitter. Kijk aan. Oké. Okay. Je hebt al, als het goed is, ook een brief gekregen over dit onderwerp van onze vereniging. De recreatie vinden wij als vereniging erg belangrijk. En recreëren doen wij immers allemaal. En de vecht is daarbij natuurlijk de kip, zoals wij dat noemen, met gouden eieren. En daarbij vinden wij dat die kip vertroeteld moet worden en dat we er heel zuinig moeten zijn. Dat zullen jullie allemaal met mij eens zijn. Daarbij is het heel belangrijk dat er rustgebieden zijn. Rust is heel belangrijk voor een goed natuurbeheer. En daarom hebben wij als vereniging, een van de organisaties in de groene ruimte, zou ik maar zeggen, in verleden een rust- en druktekaart u allen aangeboden, die ook breed is omarmd door u allemaal, zou ik bijna zeggen, bijna unaniem. En daarin staan gebieden waar wat ons betreft het wat drukker mag worden, waar recreatie meer mogelijkheden krijgt, kan krijgen, maar ook plekken waar rust gecreëerd moet worden. En als u zo'n kaart breed omarmt en u wilt het respecteren, dan moet u met name ook die rustgebieden respecteren. En wij vinden dat met name het gebied waar het hier over gaat zo'n rustgebied is. Een aantal soorten die wil ik hier noemen waarvoor de rust zo ontzettend belangrijk is. En dat is met name een soort die al jaren hier niet meer voorkomt, dat is de otter. Met name de arm achter de vecht is daarvoor heel belangrijk. De ziel, zoals dat heet, een potentieel voortplantingsgebied, maar ook de das en een rustgebied voor meerdere vogelsoorten. Het voorgesteld indicatief tracé loopt dwars door dat leefgebied van de otter en de vecht en de das. Ik wil graag het filmpje nu even laten zien wat ik hier heb, want daarin kunt u heel mooi zien wat de aanwezigheid van één persoon, van één mens doet op met name rustzoekende eenden, start u maar hoor, rustzoekende eenden die op de vecht liggen. En dat zijn met name in de herfst en het voorjaar en de winter zijn het soorten die uit Oost-Europa komen. Onder andere zo'n 200 sminten zult u hier straks zien opvliegen. Alleen al door de aanwezigheid, dicht bij de vecht komend. En daarbij vliegen zo'n 200 sminten op, zoals ik al zei. Maar ook brilduikers en andere vrij zeldzame en kwetsbare soorten eenden. Ik praat, omdat u het vanzelf wel ziet, toch langzaam door, want mijn 5 minuten zijn anders te snel om.
Maar door onze vereniging zijn twee alternatieve tracés u aangereikt. En wij vinden het dus ook ontzettend jammer dat die alternatieve tracés niet serieus overwogen zijn en gewogen zijn en onderzocht zijn en tegen elkaar afgewogen zijn. Het is een voorgesteld tracé waarvan wij denken dat is gewoon niet nodig. We snappen het ook niet dat daar zo nodig een doorsteek moet komen. We kunnen de Vecht heel goed beleven door het alternatief tracé wat wij aangereikt hebben. Er zijn zelfs meerdere mogelijkheden in ons alternatief tracé. Er zijn mogelijkheden om daarbij ook de Vecht heel mooi te kunnen beleven door middel van het uitkijkpunten en de tientorenplan wat er ook, wat u ook vast wel bekend is. Voordelen voor ons, wat wij zo zien, dat is, het is zelfs goedkoper, er is minder verstoring. En ja, wij vragen ons dan ook af waarom het alternatief tracé niet serieus is overwogen. Ik zou willen zeggen, geef dat alternatief tracé een eerlijke kans. Wegen tegen elkaar af. En dan mag u natuurlijk uiteraard zelf die keuze maken. Maar dan zult u er in onze ogen achterkomen dat het alternatief tracé nogmaals net zo goed is, net zo geschikt is om die Vecht te beleven. En ik wil u als eind, als slot eigenlijk ook nog wijzen op een wettelijk juridisch stukje waarin de natuurbeschermingswet staat, de nieuwe wet die 1 januari in is gegaan, dat een te verwachten negatief effect op de natuurwaarden, artikel 3.5 van die wet, een ontheffing nodig is. En die ontheffing kan gegeven worden bij zwaarwegende belangen, maar volgens ons valt en ook volgens de wet recreatieve belangen daar niet onder. Dat was mijn verhaal. Dank u wel. Vragen voor de heer Spijker. De heer Wint. Voorzitter, dank u wel. Ja, allereerst bedankt voor uw inbreng. De vraag die wij hebben is in hoeverre de kaart die u ons ooit hebt laten zien, dat die kaart een officiële status heeft volgens u. Het is volgens ons een voorgesteld tracé en in die zin is het in onze ogen al officieel. Wat is officieel? Wij stellen het voor. Staatsbosbeheer, het gaat over gronden van Staatsbosbeheer. En Staatsbosbeheer heeft aangegeven, die is hier niet, en ik kan niet namens Staatsbosbeheer praten, maar ik heb informeel van Staatsbosbeheer begrepen dat zij ook voor dit alternatief pleiten. Voorzitter, heer Wint. Dat is niet helemaal de vraag die ik bedoelde. Het gaat over de kaart zeg maar, van rust en drukte die u ooit aan ons heeft laten zien. En wat u daarvan vindt, wat de status daarvan is. Het is een hele goeie, meneer Wint. Het is een alternatief tracé om tegemoet te komen op de recreatieve belangen. En ik denk dat ook die status wat dat betreft ja, een afweging moet krijgen op die juridische kaders. De vraag van de heer Wint is, wat voor status heeft de stiltekaart? De stiltekaart, de stiltekaart bedoelt hij. Oké, nou, dat is inderdaad een richtinggevend gebeuren. Verder nog vragen voor de heer Spijker? De heer De Jonge. Ja. Voorzitter, en wellicht heeft meneer Spijker de vragen al kunnen verwachten, want ik heb hem dat al volgens mij via Twitter gedeeld. Want, en ook met de voorzitter van uw vereniging hierover gesproken. Want ik vraag me af, van u heeft een betoog, hè? Ik vraag me af wat het verschil is met bijvoorbeeld Biesbos, Nieuwhofse Plassen en Steenwijkerland. Want als je kijkt in de Biesbos en Nieuwhofse Plassen, en ik heb daar om dit verhaal onderzoek gedaan en navraag gedaan. Er varen bootjes door het gebied. Daar heeft de Otter zijn stiltegebied. Er zijn fietspaden van Nieuwkoop naar de Meijen en Bodegraven. Is het stiltegebied, daar heeft de Otter. Maar ook hier in Ommen heb ik begrepen uit uw eigen bron, het maandelijks of portaalboekje, dat er bij de Koepsgeul otters gesignaleerd zijn. In hoeverre heeft, als dit fietspad er komt, heeft het fietspad een vergelijking met de voorbeelden die ik u noem? Ik
vind dat een hele terechte vraag, meneer de Jong. Maar het is inderdaad zo. Een otter die heeft een heel groot leefgebied. En die zal ook op plekken voor kunnen komen waar best wel recreatie is. Maar ik heb het bewust ook genoemd een potentieel voortplantingsgebied. En daarvoor heeft hij uiterste rust nodig. En ook in de biesbos zijn echt stiltegebieden, zoals hij die noemt, waar hij zich voort kan planten, waar de mens niet komt. En zo'n oude arm als de ziel is ook zo'n potentieel voortplantingsgebied. En er zijn er niet zoveel meer van in het veldal die echt zo rustig zijn dat hij zich daar voort zou kunnen planten. Voorzitter, als ik nog even mag, volgens mij is het niet gewoon niet. In de biesbos, de beheerder van de biesbos, die geeft er rondwandelingen en rondvaarten door dat stiltegebied. En die otter blijft er zitten. Sterker nog, ik heb daar een rondvaart gehad. En de otter die zwom keurig netjes van de boot naar de wal, naar zijn stiltegebied. Dus, nogmaals, gevaar in hoeverre is er een verschil tussen dit gebied en als hier een fietspad. Nou, dat is een cruciaal verschil, want als u onder begeleiding van een boswachter er een keer komt, die weet precies wat hij doet, dat is duidelijk wel, dat zult u met mij eens moeten zijn, toch wel wat anders dan dat er 24 uur per dag de mogelijkheid is om verstoord te worden door allerlei mensen die er misschien met de fiets of lopend of wat ik van anderen begrepen heb, zelfs met een motorfiets of wel met een auto langs rijden, inclusief misschien loslopend honden erbij. Dus ik vind dat nogal een groot verschil. De heer De Vries Robles. Ja, hij doet het. In tegenstelling tot hiernaast. Mijn vraag is misschien een wat. In ieder geval iets wat mij intrigeert in de voortgang van dit dossier. Want u weet dat we er al lang mee worstelen. En er was, laten we zeggen, een tracé. Daar is toen een bezwaar tegen gekomen. Vervolgens hebben de gebiedspartijen daar met elkaar geprobeerd uit te komen. Dat is nu de kwaliteit, zal ik maar zeggen, van het alternatief wat hier ligt. Hoe komt het nu dat we op het laatste moment nog weer geconfronteerd worden met bezwaren namens een club die in dat gebied volgens mij al langer bekend is en die volgens mij dus in dat hele traject ook wel de mogelijkheid gehad heeft om die andere partijen te overtuigen op het moment dat ze bezig waren dit alternatief uit te werken. Hoe komt het nou dat dat nu weer op dit moment ter tafel komt? Nou, ik denk niet dat het op dit moment alleen ter tafel. Wij zitten nou vanaf begin tegen dit tracé te vechten, zou ik bijna willen zeggen. Maar wij zijn geen gesprekspartner. Wij zijn zelfs niet een van de gebiedspartners die om tafel zitten. Dat is Staatsbosbeheer plus plaatselijk belang. En nou, je kent ze allemaal, 5 geloof ik. Waarvan Staatsbosbeheer gezegd, wij zijn er niet blij mee. Maar we gaan blijkbaar er niet dwars voor liggen. Dat was wat ze tegen mij hebben gezegd. Maar onze vereniging heeft duidelijk altijd aangegeven van wij zijn absoluut tegen dit plan en wij komen met een alternatief plan. Dat is niet nou in één keer uit de lucht komen vallen. Dan begrijp ik het goed dat u dus die andere partijen niet heeft kunnen overtuigen van uw alternatief. Staatsbosbeheer die is op dit moment overtuigd dat dit tracé niet goed is en die andere partijen niet. Nee, dat is plaatselijk belang en de gemeente en ja, die hebben hun eigen afwegingen. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Eén vraag. Er is een rapport hè, van meneer Starik, advies. Er wordt gesproken over mitigerende maatregelen. Is uw mening dat als die maatregelen worden toegepast, dat dat niet afdoende zou zijn voor op dit fietspad op deze manier aan te leggen? Nee, sterker nog, wij vinden die mitigerende maatregelen ook absoluut onvoldoende. Er zijn een aantal maatregelen voorgesteld door Stichting Dassen Vechten, waar straks waarschijnlijk ook nog wel over gesproken gaat worden. Maar wij vinden dat onvoldoende. Alleen de aanwezigheid van een fietspad zo dicht bij de vecht is absoluut verstorend. Niet alleen voor de otter, maar met name, je hebt het net kunnen zien, voor die rustzoekende vogels. Hè. Ik heb net die eenden laten zien, maar het gaat ook om grutto's en weidevogels die daar ook, vooral in het voorjaar en het najaar, rustplekken nodig hebben. Mevrouw Schunselaar. Ja, u zegt net, dank u wel, u zegt net verstoring van de grutto's en de weidevogels.
Ik zit even te denken, als je loopt naar de stuw, het stuwpad, is dat een vergelijkbare, u schudt al nee, is dat een vergelijkbare situatie? De otters niet, maar de weidevogels, et cetera. Ik praat met name over de periode dat die vogels die ik net noemde trekken. Dan hebben ze rustgebieden nodig. Dan klonteren ze vanuit Afrika samen in een bepaald gebied. Daar moeten ze echt uitrusten, dan moeten ze aanvetten. En dan gaan ze een eigen territorium opzoeken. En dan zijn ze minder verstorend als er een fietspad door zou lopen. Maar daarvoor hebben ze echt rustgebieden nodig. En dit is ook zo'n potentieel rustgebied op dit moment. Ja, ik heb nog een, dank u wel, ik heb nog een andere vraag. Er zijn wat maatregelen voor, worden voorgesteld, laat ik het zo zeggen. In plaats van een brug. En daar, u zegt dat is nog onvoldoende. U zegt eigenlijk, tenminste als ik het goed begrepen heb, er moet helemaal geen fietspad daar komen. Dat hebt u helemaal goed begrepen. Daar moet geen fietspad komen. Maar dat deel is niet geschikt om een fietspad te maken als je de rust in dat gebied wil respecteren. Daarom is ons tracé ook helemaal buiten dit gebied gehouden. Dank u wel, helder. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. We hebben al eerder met elkaar gesproken over dit onderwerp. Waarbij toch wel de vraag rijst van, ja, terecht maakt u zich zorgen over van het broedgebied. Maar in hoeverre loopt het nou synchroon met het toeristenseizoen? Dus wanneer komt de toeristen en wanneer is er een rustperiode om, nou, laten we zeggen, de voorplanting, het broeden, zo goed mogelijk te laten plaatsvinden? Ik neem aan dat het inderdaad het toeristenseizoen wat later op gang komt, maar het hele jaar door is die opengesteld. En u zag net, zelfs één persoon kan verstorend werken in zo'n gebied. Maar voor het broeden en voor de voorplanting? Voor het broeden van vogels, daar heb ik het niet over. Met name over de periode dat ze echt de rust nodig hebben. En dat is iets eerder. Dat is in maart, februari, maart. Februari, maart? Ja. Oké, dank u wel. En in het najaar weer. Ja. Dan constateer ik dat er geen vragen meer zijn voor meneer Spijker. Dan mag u uw plaats weer innemen. Dank u wel. En u krijgt straks na afloop van dit onderwerp nog 1 minuut de gelegenheid om eventueel aanvullend nog iets te zeggen. Oké. Okay. Meneer Snoek. Snoek. Meneer Snoek spreekt in namens resort De Arendshorst. Goedenavond allemaal. Zoals ik aangekondigd was, Michael Snoek van resort De Arendshorst. Geachte leden van de raadscommissie. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om ons standpunt nogmaals toe te lichten. Allereerst wil ik gezegd hebben dat wij als direct belanghebbende niet betrokken zijn geweest bij het overleg van de afgelopen jaren. Ook de vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek en Stichting Das en Vecht zijn in ons inziens niet direct vertegenwoordigd in het hele proces. Ja. Wij ervaren regelmatig overlast van het huidige fietspad dat enige jaren geleden is aangelegd. Dit is al uitvoering kenbaar gemaakt aan de gemeente. Daar komt bij kijken dat er geen handhaving is door de gemeente. Het ontbreken van de handhaving vanuit de gemeente heeft ook geleid dat wij ons eigen handhaving moeten invoeren. Dit bedoelt dat wij regelmatig geconfronteerd worden door motorrijders, autoverkeer, het plaatsen van vuilnisbakken. Wij ruimen ook zwerfvuil op. Ja? En we hebben sinds kort ook prikkeldraad en een greppel moeten graven om te voorkomen dat auto's van de Arendshorsterweg via het fietspad naar de Vecht toe rijden. Een andere vorm van overlast is het illegale vissen en het kamperen langs de oevers van de Vecht. Hier is ook geen handhaving voor. Deze overlast vindt momenteel plaats aan de westelijke kant van resort De Arendshorst. Met het aanleggen van nog een fietspad direct langs ons terrein aan de oostelijke kant zal dit nog meer
overlast voor ons betekenen. En mocht dit trancé worden ontsloten door middel van een nieuw fietspad, dan zal dit voor ons betekenen dat we helemaal opgesloten zijn door fietspaden aan alle kanten en overlast. Ja, in diverse rapporten, zoals Staring Advies, wordt er gesproken over mitigerende maatregelen. Hierin wordt expliciet vermeld dat de handhaving moet zijn om overlast te voorkomen. Ja, wij horen graag welke maatregelen hiervoor worden getroffen. Ja. Daarnaast zijn wij een natuur- en landschapsvakantiepark, bekend om de rust en de respect voor de natuur die wij vragen van onze gasten. Nog meer overlast. Dit zal meer overlast voor de flora en fauna verstoren en ook ten koste gaan van de beleving van onze gasten. Wij hebben herhaaldelijk gepleit voor mogelijke alternatieven die in ons ziens nooit serieus zijn overwogen, terwijl de alternatieven dezelfde beleving bieden, zonder nog meer overlast te veroorzaken aan ons bedrijf en de verstoren van het leefgebied van de vogels, otters, dassen en reeën. Met het raadsvoorstel wordt nu voorgesteld om het besluit om in te stemmen met de aanleg van fietspad Dunnewind, conform het uitgewerkte tracé. In het voorstel wordt uitvoerig ingegaan op grote natuurwaarden in de omgeving. Maar dit voorstel zal ervoor zorgen dat het laatste stukje natuurgebied aan de noordelijke kant van de Vecht tussen de bebouwde kom en de gemeentegrens zal verdwijnen. En daarna het leefgebied van de otter, das en het ruggebied en het rust- en broedgebied van de vogels. Echter, voor de door ons ingediende bezwaren, die wel eens zodanig worden genoemd in het raadsvoorstel, wordt volgens geen enkele oplossing geboden. Het raadsvoorstel houdt enkel een erkenning van de bezwaar, maar biedt geen oplossingen en motivering waarom desondanks toch wordt vastgehouden aan dit voorstel. Ook is in het raadsvoorstel geen enkele wijze aangegeven aan hoe de handhaving wordt opgetreden en aan welke wijze overlast wordt voorkomen. Ik verzoek u dan ook om niet in te stemmen met dit genoemde raadsvoorstel en pleit voor een alternatieve route langs het monument. Dank voor uw aandacht. Vragen? De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ook u hebben eerder gesproken. U heeft al eerder aangegeven dat er in ieder geval overlast wordt geconstateerd. In hoeverre is nou dit tracé wat ter discussie staat überhaupt van invloed op de overlast die u ervaart? Want het gaat om een stukje extra fietspad. Maar wat voegt dat toe aan wel of niet het hebben van het overlast? Want ik zie die relatie niet. Nou, kijk, fietspaden worden niet alleen maar gebruikt door fietsers. Ja, we zien er meer en meer gemotoriseerd voertuigen over het fietspad. Dit betekent ook niet alleen motors, grote motors, maar ook auto's. Ja? Men die wil zo dicht mogelijk bij de Vecht proberen te komen. Dit is overdag en 's nachts. Ja? Vissers die willen niet grote afstanden lopen. Als dit gebied ontsloten wordt, dan net zoals neem het voorbeeld bij de Manenweg. Er staan van die paaltjes, die worden eruit gehaald. En ze rijden gewoon naar de Vecht toe om daar te kunnen vissen. Ja? Ze gooien alle troep neer en ze gaan weer weg. Maar dan gaat het toch om handhaving en niet om de keuze van het tracé? Ja, maar er is geen handhaving. Ik loop al, het fietspad ligt er al 6 jaar. Ik loop te smeken aan de gemeente, doe er wat aan. Er is geen geld voor. De wethouder de Keurs die zei laatste keer, ik ga je niet beloven iets wat ik niet waard kan maken. Er is geen geld voor handhaving. Dan denk ik, ja, dan lees ik in de krant zoveel geld om het aanleg van een fietspad. Gebruik dat geld dan eerst voor iets anders. Maar u pleit voor een ander tracé. Dat helpt u niet in de overlast die u ervaart. Dus Dan heb ik minder overlast. Wat mij, ja, misschien is dat wel egoïstisch, maar eerlijk gezegd ben ik het een beetje zat. Ja? Laat iemand anders maar de problemen hebben voor een keertje. Duidelijk. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u, voorzitter. U sprak net over alternatieven. Zijn dat andere alternatieven dat welke de vorige inspreker noemde, dus een natuur- en milieuvereniging? Nee, dat zijn dezelfde alternatieven. Er is een heel mooi kaartje gemaakt. De beleving zal misschien nog mooier zijn. Het is een stukje waar de Recht en de Vecht samenkomen. Het is ook een stukje waar de natuurmonument staat. Het is ook een stukje waar
ja, je heel dicht bij de dingen. Geen verstoring van de natuur. Er lag vroeger een oude camping. Dus ja, het is geen natuurgebied of een voortplantingsgebied van verschillende beestjes. Ja, dus alle voorwaarden die ze aan dit plan hebben gedaan, dat het fietspad langs de Vecht moet komen, dat het moet ontsluiten en al die dingen, nou, daar kan er aan voldaan worden. De heer De Jonge. Maar dat staat ook een beetje aan wat de heer Bongers net zei. Als er maatregelen komen om de auto's en de motoren te weren. We zijn samen geweest kijken in de regen liepen te prachtig door het gebied heen. Maar die zie ik ook op de Bessemerberg en de Lemmerberg. Maar als er maatregelen komen om dat gemotoriseerde verkeer te demotiveren dan wel te blokkeren, is dat dan voldoende? Nou, dan vind ik het nog zonder van de natuurwaarde die daar zit. Ja? Als je nou kijkt naar de kaart van Ommen, het is het laatste stukje tussen de bebouwde kom en de grens van Ommen, wat nog een stukje natuur is. De rest is Ommen bouwakkers of recreatie of andere stukjes. Het is echt het laatste stukje, ja, wat nog aangrenzend aan de Vecht ligt, waar een dooie arm ligt. Ja? Ik zal zeggen, kijk, voor mij als natuur- en landschapscamping, ja, is dit voor enorme waarde voor mijn bedrijf. Ja? En oké, je verplaatst het probleem van de ene kant naar de andere kant. Nou, graag gemeente, ik zie graag dat de handhaving wordt uitgevoerd. Ja? En dit is niet alleen een probleem bij mij, ik weet ook dat het op andere kant in de gemeente speelt. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Dat sluit eigenlijk een vraag die aansluit op de vraag van de heer De Jonge. Handhaving, als u de vraag stelt, hoe zou dat eruit moeten zien? Als de gemeente zou moeten handhaven, wat is dan uw beeld bij handhaven? Nou, het fietspad ligt er al. Wat ligt het nou? 6 jaar of zoiets. Nog een 1 keer is er iemand bij mij bij de gemeente gekomen om deze vraag aan mij te stellen. Nou, ik had verwacht minstens dat we iets kunnen uitwerken. In geen ene keer is dat gebeurd. Ik vind dat gewoon erg triest. Ja? Om het antwoord te vragen, ja. Kijk, dat er misschien af en toe politie langskomt, ja, dat er op een bepaalde manier dat je er gewoon kan zorgen, ja, dat er geen auto's doorkomen. Motors zal erg moeilijk zijn, want waar een fiets door kan, kan een motor bij. Ja, er wordt nooit gesurveilleerd, er wordt helemaal niks gedaan. De heer Mors. Ja, hier is nog. Ik wil er toch even nog op ingaan op de motoren en de auto's. Er zijn natuurlijk van allerlei soorten mogelijkheden om dat wel te blokkeren. Ik ben zelf motorrijder en waar een fiets doorheen komt, kan ik vaak niet met mijn motor doorheen, hoor. Echt niet. Als u zegt, ik heb ook aan de westkant heb ik last. Zou u gewoon mee willen denken om hoe dat probleem opgelost kan worden? Dat wil ik wel doen. Dus ja. Proactieve houding. Altijd proactief. Ik constateer dat er geen vragen meer zijn voor de meneer. Dus de volgende inspreker mag naar voren komen. En dat is de heer Diepeveen van stichting Das en Vecht en van de visautowerkgroep van deze stichting. Zo. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben Arend Diepeveen en ik ben voorzitter van de stichting Das en Vecht. En ik heb ook een gedeelte bij mij van Vincent Martens, die is helaas afwezig. En Vincent Martens is coördinator van de visotterwerkgroep, onderdeel van stichting Das en Vecht. Ik lees eerst even het gedeelte op van Vincent. Mag ik u even interrumperen? Ja. Betekent dat u 2 keer 5 minuten claimt? Ja, ik heb het ook aangemeld aan de griffier. En daar heb ik vanmiddag een mailtje over gekregen dat ik zou iets meer spreektijd krijgen dan 5 minuten. Dan was de voorzitter niet kinderachtig mee, zei hij. Nou, ik heb dat mandaat niet aan de griffier gegeven, maar ik zal er rekening mee houden. Ik heb het mailtje niet meegenomen, maar... Gaat u gang. U lacht er zelf. Bent u de griffier, dus... Nou, na vanavond mis je niet meer.
Ik begrijp dat mijn tijd er nu in gaat. Van Vincent. Ik ben ecoloog en ik heb in de afgelopen 5 jaar op vrijwillige basis de verspreiding van de otter in kaart gebracht langs de Vecht, de Regge en het Zwarte Water. Sinds ongeveer 2010 leven er weer otters langs de Vecht bij Ommen. Staatsbosbeheer is daar blij mee en ik neem aan dat ook de gemeente Ommen daar ook blij mee is. Het water van de Vecht is inmiddels ook weer schoon en visrijk genoeg. Men realiseert zich echter onvoldoende dat er langs de Vecht vrijwel geen plekken te vinden zijn die genoeg rust en ruimte bieden en aan een otter om een nest jongen met succes groot te brengen. Die rust en ruimte zijn alleen nog te vinden op plekken met oude of opnieuw aangetakte meanders. Het gaat om een natuurgebieden die bijna allemaal worden beheerd door Staatsbosbeheer. En het is dan ook de taak van Staatsbosbeheer om daar zeer zorgvuldig mee om te gaan. Bij Varssen is in 2011 het doorgaande fietspad De Ziel aangelegd langs de oude Vechtarm. De aanleg van de nog een extra fietspad tussen de Arendshorst en Dunnewind zal het gebied verder versnipperen. Wat ten koste zal gaan van de rust en ruimte voor de natuur. Een potentiële voorplantingsplek voor de otter en een vaste pleisterplaats voor enkele honderden overwinterde watervogels gaat hiermee verloren. Voor een ottermoeder met jongen is het cruciaal dat de oevers vrij zijn van verstoring en dat er vluchtroutes beschikbaar zijn, vooral op plekken waar oude of nieuwe meanders uitkomen in de Vecht, is dit van belang. Het behoud van rust en ruimte voor de natuur in het gebied Varssen zou van Staatsbosbeheer de eerste prioriteit moeten krijgen. Het verhogen van de natuurwaarde kan op veel meer manieren worden gerealiseerd en dient hieraan ondergeschikt te zijn. Er wordt te gemakkelijk voorbij gegaan aan het door ons voorgestelde alternatieve tracé op 25 tot 30 meter van de oever en aan alle andere alternatieve tracés die door anderen zijn aangedragen. Dat Staatsbosbeheer akkoord wil gaan met de aanleg van een fietspad op ruim 5 meter van de Vechtoever tussen de Arendshorst en Dunnewind is zwaar teleurstellend. Dit tracé is voor mij niet akkoord en niet acceptabel. De afstand van het tracé tot de meander De Ziel is in het laatste onderwerp tegen de afspraak verkleind. Tevens zijn de mitigerende en compenserende maatregelen afgestemd in het vermelde tracé uit het Staring-adviesrapport. En dat was het gedeelte van Vincent Martens. Het fietspad net rond Varssen is de laatste fase ingegaan. Nog ongeveer 1300 meter zal worden gerealiseerd. En niet zomaar een laatste fietspaddeel. Dit laatste deel is namelijk precies geprojecteerd in een gedeelte van Staatsbosbeheer waar de faunistische waarden heel hoog zijn ten gevolge van de rust aldaar. In de aanwezige overgangen van het bos naar de graslanden treden 's avonds reeën en dassen uit om ongestoord voedsel te zoeken. In de trektijd en winter zijn langs de Vecht grote aantallen pleisterde ganzen en eenden aanwezig. Reden om dit gedeelte met aanduiding zeer extensief in de recreatiezoneringskaart, de rust- en druktekaart van 2009, op te nemen. Inmiddels heeft de visotter vanuit de Weerribben het Vechtdal bereikt en de eerste jongen zijn in deze omgeving vastgesteld. De Ziel neemt daarbij als meander zeer een bijzondere positie in. Omdat Staatsbosbeheer schoorvoetend akkoord gegaan is met de keuze van de meerderheid, heeft Stichting Das en Vecht constructief meegedacht over de mitigerende en compenserende maatregelen om verstoring enigszins te beperken. Aangezien 4 belangrijke wensen van Das en Vecht niet gehonoreerd zijn
en dan noem ik ze even. Afstand fietspad tot de Vechtoever is niet over de gehele lengte 25 meter. De afstand tot de meander de Ziel is in het laatste ontwerp tegen de afspraak in verkleind. Ooibos en struweel aanleg om de Ziel af te schermen en passerende dassen en visotters dekking te bieden is afgewezen. Het fietspad wordt door een schapenraster omsloten, waardoor een zeer lange barrière ontstaat. Stichting Das en Vecht gaat niet akkoord met deze inrichting. Wij verzoeken de Raad nog eens serieus naar de geboden alternatieven te kijken en deze alternatieve tracés samen met de huidige tracé door de deskundigen op het gebied van natuurbescherming en zeker ook natuurbeleving te laten toetsen op duurzame instandhouding. En ons advies, en dat is van de Stichting Das en Vecht, het tracé te laten toetsen door een ecoloog, Huug Jansma van Alterra in Wageningen, gespecialiseerd in de visotter. En u kunt het ook nog toetsen en het team Wet Natuurbescherming van de provincie Overijssel. Ik dank u wel. Nou, mijn complimenten hoor, want u hebt zich aardig aan de tijd gehouden. Wie heeft vragen voor meneer? Mevrouw Schunselaar. Ja, ik vraag toch ook even, dank u wel, ik vraag me nog even aan u, want ik heb van de twee andere insprekers gehoord dat zij dus niet of nauwelijks betrokken zijn bij het proces. Geldt dat ook voor u? Wij zijn in eerste instantie betrokken geweest samen met de Vechtstreek. En op een gegeven moment kwam er een bepaalde situatie dat Staatsbosbeheer zei van ja, als de meerderheid ervoor is, gaan wij er niet voor liggen. Ja, en dan wordt het heel moeilijk een strijd aan te gaan met het gebied waar je mag inventariseren. Dat je een strijd gaat gaan met je natuurbeheerder. En toen hebben wij gezegd van, nou, we kunnen kijken of wij een alternatief kunnen bedenken. Of compenserende maatregelen en mitigerende maatregelen. En die zijn ons inziens heel onvoldoende gehonoreerd. En daarbij komt nog, vind ik tenminste, dat Staringadvies heeft twee keer een heel groot rapport uitgebracht. En nu ineens komt er een ander fietspad. En in het Staringadvies, het rapport, staat nog steeds het fietspad aan het westelijk gedeelte. En dat is getoetst. En het nieuwe is volgens Stichting Das en Vecht niet getoetst. Verder nog vragen voor meneer Diepenveen? Ik constateer dat er geen vragen meer zijn. Dan mag u uw plaats innemen. Ja, dank u. En dan gaan we zo meteen over tot behandeling. Maar ik moet eerst even meneer Bongers nog tegemoet komen. Want de motie is oorspronkelijk ingediend door de heer Willemsen en de heer Bongers. En vervolgens mede ondertekend door de toen aanwezige raadfracties. Waarvan akte. Wie wenst het woord? Oh nee, meneer Volkering moet nog. Ja, sorry. Namens plaatselijk belang Varssen. Geachte voorzitter, leden van de raad. Eindelijk ligt nu ter beoordeling voor u de aanleg van een stukje fietspad door Varssen, waar de gemeenteraad het college opdracht voor heeft gegeven in een unaniem aangenomen motie op 14 november 2013. Dit stukje fietspad verbindt het gebied de Laringmars met het daargelegen monument langs de oever van de Vecht met het al bestaande fietspad de Ziel. Al sinds de start van de reconstructie in 2005 staat een fietsverbinding tussen het gebied de Laringmars en de Ziel in de schetsschuitreconstructie. Deze schetsschuitreconstructie is in november 2005 opgesteld in overleg met de provincie Overijssel, de gemeente Ommen, LTO, plaatselijk belang Varssen, waterschap Groot-Zaland, Staatsbosbeheer, het Oversticht, Monumentenzorg en DLG. In dit document is het streefbeeld van Varssen vastgelegd na de reconstructie. Al in 2012 hebben wij in de werkgroep reconstructie voorgesteld om dit fietspad langs de al bestaande recreatieve lijnen van rivier de Vecht en de vroegere camping de Vecht van de familie Meleboer aan te leggen. In de werkgroep reconstructie, later overgegaan in het overleg met de gebiedspartners, werd telkens de meerwaarde van dit fietspad gezien.
onderzoek door Adviesbureau voor Natuur en Landschap Staringadvies in 2014 en actualisatie van dit rapport in 2016 geven aan dat de aanleg mogelijk is. In bezoeken met bestuurders als wethouders, burgemeesters en zelfs gedeputeerde Bert Boerman werd positief over dit fietspad geoordeeld. Op de jaarvergadering van ons plaatselijk belang op 14 februari 2017 werd het ontwerp van dit fietspad met applaus ontvangen. We zijn dan ook blij dat we nu eindelijk zover zijn dat u kunt oordelen over het door ons zo gewenste fietspad en hopen dat we nu eindelijk tot aanleg van het fietspad kunnen overgaan. Dank u wel. Vragen voor de heer Volkering? Ja, ik ga niet in op het applaus en ik kan me dat van de ene kant wel voorstellen. Vragen? Geen vragen. Dan mag u uw plaats innemen. Dank u. Dan beginnen we nu met de inhoudelijke behandeling van het onderwerp. Wie wenst het woord? Alle fracties. Dan begin ik bij de heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, we hebben niet zo heel erg veel vragen. Maar de ChristenUnie heeft toch wel wat opmerkingen. Want we krijgen een beetje het idee uit de stukken, en dat horen we ook van de insprekers, dat eigenlijk feitelijk gezien Staatsbossen toch een beetje zich gedwongen voelt om voor te zijn. Maar eigenlijk feitelijk dus tegen is. Daarom zouden we eigenlijk wel willen vragen waarom we toch niet dat alternatieve tracé nog eens even goed langs de meetlat leggen van... Ja, wij zouden daar toch wel graag wat meer onderzoek naar willen. Dan toch eens kijken van of dat niet toch echt een goed alternatief is. Dan staat er op een gegeven moment in de stukken dat er de aanleg van de brug in plaats van de duiker 20 mil meer zou gaan kosten. Daarvan willen wij graag weten van oké, is dat geld er dan wel? Is dat ook beschikbaar? En daarnaast zien wij op een gegeven moment dat we hebben in de stukken gelezen dat dus de afrastering langs het fietspad eigenlijk grotendeels is komen te vervallen. Want er wordt nu aan het begin en aan het eind staat een veerooster gepland. Die in principe in het oude plan er ook al in zaten, maar dan op een andere plek. Dus wij zien eigenlijk het vervallen van die afrastering zien we dan ook weer niet terug in de financiële vertaling. Dus daar zouden we ook wel graag even van willen weten hoe dat dan zit. Voorzitter, tot zover. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ons resteert nog eigenlijk een tweetal vragen. Allereerst de handhaving. Ik vind wel, we willen toch graag van het college weten van hoe zit het nu met de handhaving. Is er gehandhaafd? Is er te weinig gehandhaafd? Wat zijn de plannen in deze? Want de situatie zoals die door meneer Soek wordt geschetst is, lijkt toch wel behoorlijk heftig. Als ik zie welke zaken allemaal optreden als dumping van vuil, autoverkeer, motorrijders. Nou, ik denk dat daar best, als dat zo is, aanleiding is voor een stukje handhaving. En daarnaast werd door, ik dacht, de heer Spijker verwezen naar de nieuwe natuurwet. En ik was even benieuwd, heeft het college ook daarna gekeken en in hoeverre voldoen wij wel of niet aan die nieuwe natuurwet? Dat waren de vragen, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. De ChristenUnie heeft ook al aangestipt de rol van staatsbosbeheer in deze. Hoe die precies zit, is mij niet aan de deel duidelijk. Wat je dan begrijpt is dat ze eigenlijk in beginsel tegen zijn, maar zoiets hebben van nou, als het dan moet, dan moet het dan maar. Het alternatief tracé. Ik vind ook dat dat absoluut een eerlijke kans verdient. We hadden de insprekers hebben het ook al gehad over mitigerende maatregelen zogenaamd. Nou, als je dat überhaupt al moet nemen, dan ben je op de foute weg. Dat wil namelijk zeggen dat je dus negatieve maatregelen ergens moet compenseren. En dat moet je altijd voorkomen. Dus wat mij betreft geeft alternatief tracé absoluut een kans. En betrek ook daar zeker staatsbosbeheer bij. Dat was het. Mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Het is net ook al eventjes gezegd over die meerkosten.
van dat vee roosten en in plaats van het schapengaas meer kosten van 20.000 euro. Dat is dan een feit, staat volgens mij ook in de stukken. Als wij daar, als dat niet voldoende zou zijn, dan komen we terug met, om geld te vragen. Maar mijn vraag eigenlijk is, zal dit voldoende zijn? Staan we niet voor nog wat andere verrassingen? Dan over de handhaving. Daar heeft de LPO ook, de ander ook over gevraagd. Anders dan de inspreker, een van de insprekers zei, de handhaving is volgens mij van zonsopgang tot zonsondergang. Maar de bereikbaarheid van het fietspad, maar de handhaving is natuurlijk een heel belangrijk iets. Ik zou daar graag iets meer over willen horen. Hoe gaat dat gebeuren? En kunnen daar ook afspraken over worden gemaakt, maar ook in overleg met de belanghebbenden. Dat men ook gewoon weet waar men aan toe is. En als ik die tekening zie, dan constateer ik een fietspad van 2 meter breed. En mijn vraag is eigenlijk of dat voldoende is als we zien dat op deze fietspaden ook scootmobielen mogen komen. Want een scootmobiel hoort volgens de verkeersregels voor een scootmobiel op de stoep, op het fietspad of op de weg. En ik heb het nog eens even nagekeken. Dat mag dus, die scootmobiel mag overal rijden. Dan zou ik toch graag aandacht willen vragen van, oké, als we 2 meter hebben, is dat voldoende? Of moet eens goed kijken, is dit in de toekomst ook voldoende? Want dat is wel een belangrijk iets. En naast die scootmobielen hebben we natuurlijk ook te maken met rolstoelen. Of wat dan ook. Want ook die zouden toegang moeten hebben tot wat voor een fietspad dan ook. Maar we praten nu over dit fietspad. Nou, verder hebben we natuurlijk nog over de Solexen die daar doorgaan. Vanuit waar dan ook. En veelal in Groesband. Dus ik zou eigenlijk willen pleiten, kijk toch eens even extra naar die breedte. De procesgang, daar ben ik toch wel een beetje onaangenaam verrast door geweest. En nog steeds. Want ik denk als je samen naar iets toe wilt, dan is het wel goed om alle partijen daarin te betrekken en ook blijven betrekken. Ik zou graag iets meer willen weten over die procesgang. En in eerste instantie wil ik het graag hierbij houden. Dank u wel. De heer Mors van D66. Dank u, voorzitter. Er is al veel gezegd. 20.000 meer kosten. Mevrouw Schunselaar had het over eventuele verrassingen. Als wij ook zitten te denken van, laten we nou niet zozeer zorgen dat er bij ieder fietspad weer een politieagent komt te staan, maar gewoon voorkomen qua structuur dat er ook ander soorten vervoer opkomt, dan zou dat misschien zelfs ook nog wel wat meer kosten met zich mee kunnen brengen. Maar dat zouden we dan graag straks ook daadwerkelijk in kaart willen zien voordat we daar ja tegen zeggen. Dus ja, graag oplossinggericht. Dat was, dank u zeer. De heer De Jonge. Ja, ik durf eigenlijk niks meer te vragen, voorzitter, want alles is al gesteld. Ik zou inderdaad, net als de heer Mos aangeeft, graag in het besluit een stuk zien opgenomen van hoe je maatregelen, dat er maatregelen genomen worden om die overlast te veroorzaken. Ja, en wat staatsbosbeheer betreft, voorzitter, volgens mij ben je voor of tegen en staatsbosbeheer is voor. Je kunt niet een klein beetje voor of een klein beetje tegen zijn. Dus ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in, vooral niet vanuit het college. Dan moet de staatsbosbeheer maar aangeven hoe ze er tegenaan kijken in die vraag. Wat onze fractie betreft, voorzitter, is de motie van 14 november 2013 naar behoren uitgevoerd. Er is een beetje ruimte heeft erin gezeten, want er zou op 1 maart 2014 een besluit moeten liggen. Maar wij zijn tevreden over het voorstel, met uitzondering van de maatregelen die de overlast kunnen beperken. De heer De Jonge, of de heer Dunnewind. Zou die wel willen, hè? We lijken een beetje op elkaar, voorzitter, maar kan gebeuren, zal ik maar zeggen. Goed, het CDA kan zich eigenlijk wel voor een groot gedeelte aansluiten bij mijn buurman, de heer De Jonge in dit geval. De motie is, of meneer Dunnewind, wie was het ook alweer? Ja. Ja. Maar goed, in elk geval, wij ook vinden dat de motie van destijds voor 2013, dat daar goed invulling is aangegeven. Ja. We zijn ook blij dat het nu op de agenda staat. Het heeft lang genoeg geduurd en dat we eindelijk wat stappen gaan zetten. En we hebben geen aanvullende vragen, voorzitter. Nou, dit riekt naar een stemverklaring, maar goed, dat komt later aan de orde. Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Bouwmans.
Dank u wel, voorzitter. In zijn capaciteit als vervanger van inderdaad wethouder Ter Keurs, maar met de deskundige bijstand van de heer Heusinkveld. Dus dat gaat ongetwijfeld helemaal goed komen met de beantwoording. Misschien goed om toch heel kort even iets te zeggen over het proces en waar we vandaan komen. Want het is inderdaad terecht een motie geweest vanuit uw gemeenteraad. Die heeft opgeroepen tot het eigenlijk inzet op een fietspad met heel duidelijk een recreatieve doelstelling. Ja, dat is als je de motie nog eens weer tot je neemt, en dat heb ik gedaan, dan is dat toch eigenlijk wel wat er uitspreekt. En daar spreekt ook een ambitie uit. Een ambitie die u als raad ook had met eigenlijk de hele herontwikkeling rond Varssen. Laten we dat maar zo zeggen. En als je zo die plannen nog eens bekijkt, en ik mocht een aantal maanden geleden ook op werkbezoek zijn met het college in Varssen, en toen hebben we ook kennis genomen van hoe het erbij staat en hoe het gaat. En later vanavond komen we daar natuurlijk ook nog verder over te spreken. Ja, dan moet je ook zeggen dat u denk ik een goede keuze heeft gemaakt door daar ambitie in te leggen en ook echt vooruit te kijken en ook een aantal jaren vooruit te willen investeren. En wat ook mooi is, dat wil ik hier ook wel noemen, is dat een aantal partijen elkaar daarop heeft gevonden. Aan de overheidskant, maar ook aan de maatschappelijke kant. Het gebeurt ons ook wel eens, en dat weet u uit andere dossiers, dat de gemeente en provincie niet per se elkaar weten te vinden of hetzelfde doel nastreven. En dan moeten we het niet nog complexer maken door ook het waterschap eraan te committeren. Dat is hier toch prima gelukt. En zelfs Staatsbosbeheer laat er ook geen misverstand over bestaan. Staatsbosbeheer staat gewoon achter deze plannen. Punt. Ja, en dan hebben we nog één hele belangrijke vijfde partner in dit geheel. Dat is gewoon plaatselijk belang. Plaatselijk belang is door u aangewezen als de gesprekspartner van de gemeente als het gaat om dit soort vraagstukken in haar directe woonomgeving. En plaatselijk belang is een gezonde vertegenwoordiging van de inwoners en de gebruikers van dit gebied. En dat zijn natuurliefhebbers, dat zijn mensen die van recreëren houden, dat zijn mensen die er gewoon wonen, dat zijn mensen die bedrijvigheid nastreven. Dus dat is een hele mooie dwarsdoorsnede van hoe onze samenleving zit. En met die partijen is inderdaad serieus het gesprek aangegaan en is gestreven naar een gezamenlijk plan waarbij oog is geweest voor al die belangen. Uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat er nog meer partijen zijn. Dat moeten we ook niet ontkennen. En een aantal van die partijen komen hier vanavond ook inspreken. En dat is ook goed. En die partijen hebben ook de gelegenheid gehad om weliswaar in de staat van het proces mee te denken en hun feedback te geven. En die feedback, anders dan misschien hier vanavond gezegd is, is zeer serieus genomen. En u heeft ook kunnen zien in de stukken dat er een afweging is gemaakt. Dat die afweging dan anders uitvalt dan betrokkenen graag zouden willen. Ja, dat is dan zo. Helaas kun je niet altijd iedereen naar de zin maken en moeten we met elkaar een afweging maken. Dus vandaar het voorstel zoals we dit doen. Is het een stuk wat slecht is voor de natuur? Ik ben daar nog niet zo van overtuigd. Want hier beweren dat iets slecht is, is nog niet zo dat het vervolgens ook daadwerkelijk zo is. Het is niet voor niks dat een natuurbeherende organisatie zoals Staatsbosbeheer, die ik op andere plekken ook heb meegemaakt, zich toch achter deze plannen schaart. Dus in die zin kun je niet zeggen dat het per se slecht is. Alternatieven zijn gewogen, andere voorstellen doorontwikkeld, dat ligt hier vandaag voor. Ja, de heer De Jonge zegt wel terecht, we zijn 3 jaar over tijd. Als we nou nog weer verder gaan kijken, duurt het allemaal nog weer langer. En volgens mij is iedereen er wel aan toe om gewoon aan de slag te gaan. Dus ik zou u ten sterkste willen ontraden om dat te doen en gewoon vast te houden aan het voorstel zoals het hier voor ligt. Nou, dan hebben we denk ik nog één cruciaal punt voordat ik zo het woord overgeef over een aantal vragen die iets diepgaander nog zijn dan dat ik op dit moment kan beantwoorden. Vooral met betrekking tot de 20.000 euro en misschien de nieuwe natuurwet. De handhaving en de overlast. Kijk, ik heb de heer Snoek ook gesproken en hij heeft mij ook gedeeld zijn ervaringen met het gebruik van het fietspad. En ik denk ook dat de heer Snoek dat als zeer storend ervaart en dat zijn klandizie dat ook zo ziet. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat 24/7 er sprake is van overlast, maar het gebeurt wel. Hebben we daar nou inzet op van de handhavingscapaciteit? Het hele eenvoudige en eerlijke antwoord is nee. Er is wel eens controle op de vecht als het gaat om wildvissers of nachtvissers. Natuurlijk wordt er wel eens iets gezien, maar niet continu. U weet ook dat wij amper 6-8 uur handhaving voor de hele gemeente hebben per week. Ja, en die gaan we niet hierop inzetten. Want als je het weegt in de maatschappelijke afweging, ja, dan is dit een klein probleem op de schaal van de gemeente Ommen.
weliswaar voor de heer Snoek denk ik erg vervelend. Maar in de hele afweging heeft het geen prioriteit gehad. En ik denk ook niet in alle eerlijkheid dat het prioriteit gaat krijgen. Een andere kwestie is of we in de sfeer van de fysieke maatregelen nog een aantal dingen kunnen doen. Want ik ben het wel met de heer Snoek eens. Ik heb ook plaatjes en filmpjes gezien van... Nou, het is geen motorbende die over het fietspad rijdt, maar het zijn toch mensen die er echt helemaal niks te zoeken hebben. En dat is gewoon storend. Want inderdaad, als je natuurbeleving zoekt, dan is dat niet het plaatje wat je daarbij zoekt. Dus ik denk dat het prima is om nog eens met de heer Snoek de verdieping te zoeken van... Nou, waar zit het er nou in? Wat zouden we kunnen doen? Maar in de sfeer van echt handhaving, bromsnor, daar moet u denk ik geen verwachting van hebben. Als we fysiek nog een extra maatregel kunnen treffen die dan overigens wel bovenop het budget komt, dat meld ik u dan ook maar direct. Wil ik best daar nog eens een keer met de heer Snoek het gesprek over aangaan om te kijken of dat kan met onze verkeerskundigen. Maar overigens denk ik dat wij op de goede weg zijn en dan resteert nog een twee, drietal vragen. Ja, mijn naam is Henk Heusgeveld. Ik ben betrokken sinds enige tijd bij dit project. De eerste technische vraag over de breedte bijvoorbeeld. De breedte van dit ontwerp is gebaseerd op het bestaande fietspad Varsenderziel. Dus zeg maar dit sluit aan op het bestaande fietspad door Varsen. En dus de breedte van het... van dit pad is, sluit daarop aan. Dus voor het goed mobiel is dit zeg maar dus net zo goed als het bestaande fietspad. En dus dat bestaande fietspad is ook voor mij voldoende breed voor het goed mobiel. De natuurbeschermingswet is inderdaad per 1 januari aangepast. We hebben de stralingscentrum, stralingadvies gevraagd van wat de gevolgen zouden zijn voor de nieuwe natuurwet op de eerdere uitgevoerde onderzoeken. En als eerste stap na de besluitvorming over het fietspad is dat we bij de provincie, bij de team, team natuurbeschermingswetsvergunningen, een vergunning moeten aanvragen. En op basis van de uitgepakte rapporten verwachten wij dat dat geen probleem zal vormen. Ook omdat op een aantal punten de natuurbeschermingswet, bijvoorbeeld op het gebied van de bescherming van dassen, burgten en dergelijke, veranderd is. De kostenraming, de oorspronkelijke kostenraming is daar inderdaad zeg maar op basis van de inspraken zijn een paar wijzigingen in geweest. En de meest belangrijke zijn de vervanging van een duiker door een brug. En dat is inderdaad duurder. We hebben alleen nog niet een hele concrete brug ontworpen. Dus daar zit iets marge in om toch binnen het budget te blijven. En schapenraster, daar besparen we wat op, maar daarvoor zal waarschijnlijk nog een extra veerooster geplaatst moeten worden, wat ook voor, zeg maar voor bijvoorbeeld honden ook weer een extra barrière vormt. Dus wij verwachten op het gebied van schapenrasters en veeroosters eigenlijk dat we daar kiet spelen. Dus we verwachten dat we binnen de raming kunnen blijven. Maar inderdaad, als er nog fysieke extra maatregelen kunnen zijn, en dat kunnen inderdaad in de vorm van fietssluisjes of iets dergelijks, zijn er denk ik nogal wat opties. En een greppel bijvoorbeeld, die dus gecombineerd wordt met afrastering. Daarmee kunnen in ieder geval nog een aantal aanvullende maatregelen genomen worden. Maar dat, naar onze verwachting is dat niet zo dat daar hele grote bedragen mee gemoeid zijn. Volgens mij, voorzitter, hebben wij de beantwoording zo voor onze rekening genomen. Dan geef ik nu gelegenheid voor de tweede termijn. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, één opmerking over de maatregelen. Zou het misschien een goede tip zijn, en daar wil ik ook de vervangend portefeuillehouder voor uitnodigen, om in het kader van goed noordbeschap, PB Vassen en de heer Snoek uit te nodigen om te bekijken welke maatregelen er genomen kunnen worden. En wellicht is er in Vassen een agrarie die misschien wel een beetje grond of steentjes kan neerstorten, zodat de overlast beperkt gaat worden van de motoren en auto's. Dan constateer ik dat aan deze tafel de... toch nog een nabrander van mevrouw Schunselaar. Ja, ik zat even te reageren, of tenminste even na te denken op datgene wat de heer De Jonge zei.
ik zou wel graag in de omschrijving straks helder zien wat er op dat fietspad, wie er op dat fietspad mogen komen. Want om elke verwarring te voorkomen. Volgens mij hebben we daar de Wegenverkeerswet voor. Dat, goed, dan constateer ik dat aan deze tafel de beraadslagingen gestaakt zijn. En dan wil ik even rondkijken of iemand van de insprekers nog een minuut wil om nog wat toe te lichten of iets aan te scherpen. Ja, meneer Snoek. Dankjewel. Ja. Ik wil toch even de burgemeester tegenspreken. Want u zei ja dat ik gehoord ben, maar ik ben door geen ene partij, ik word niet vertegenwoordigd door plaatselijk belang. Want hun belang staat terecht heel negatief voor mij. Ik heb ook op meerdere instanties contact geprobeerd te zoeken met de wethouder De Keurst. En die heeft tegen mij persoonlijk gezegd, hij zegt jij hebt hier geen inspraak, je bent niet een van de 5 partners. Dus helaas moet ik u daar toch in tegenspreken. En het tweede, ik wil gewoon nog een keer zeggen, weet je, er zijn beloftes gemaakt in het verleden. Maar ja, de situatie is zo veranderd. Ik zou zeggen, kijk naar de huidige situatie en kijk naar de alternatieven. Ja, daar pleit ik nog een keer voor. Dank u wel. Meneer Spijker. Ja, ik heb eigenlijk nog een paar dingen waar ik nog wel op de nadruk op wil leggen. Dat is met name een deel, wat hier ook gezegd is, kun je misschien ook naar honden vangen door hem in een seizoen, bepaald seizoen, zo'n pad te af te sluiten, zou dat ook toch te overwegen zijn. Maar ik vind het jammer dat met name hier een aantal partijen niet serieus praten over het alternatief. Ik begrijp het echt niet dat daar niet een serieuze afweging gemaakt gaat worden. En dat stelt ons vereniging erg teleur. Wij zijn van het begin, hebben dit ook aangegeven, en dat niet serieus overwogen wordt, terwijl het veel goedkoper is. Ja, nogmaals, stelt ons erg teleur. Meneer Spijker, ik denk dat alle partijen hier aan tafel serieus met politiek bezig zijn. Waarvan akte? Maar daar mag het mij wat teleurstellen. Jawel, maar u hebt het over serieus zijn. En dan mijn antwoord is van alle mensen hier aan tafel beoefenen dit vak met serieusheid. Meneer Diepenveen. Dank u wel, meneer voorzitter. Ik heb toch nog even een vraag. En die gaat over dat het Staring-adviesrapport, er zijn er 2 van gemaakt, die heeft getoetst naar het meest westelijk gedeelte van het fietspad, het tracé. Maar nu ligt er een nieuwe fietspad, het nieuwe gedeelte. En dan is mijn vraag, door welke instantie is dit fietspad getoetst? Ik begrijp wel van Henk Heuzingveld dat het getoetst is bij de provincie, bij de wet, het team van de wet natuurbescherming. Daar is denk ik nog geen antwoord van, begrijp ik. Maar wie heeft het nieuwe tracé getoetst? Want het nieuwe tracé gaat richting de Ziel en het gebied van de visotter. En als ik nog iets mag zeggen van die duiker, we hebben ook al eens aangegeven bij u, dat die duiker, die is een duikertje, daar kan geen visotter door. Vandaar dat er gekozen is voor een wat breder ingang, met name ook voor de visotter. Als ik het niet goed heb, dan hoor ik het wel. Nou, eigenlijk is het niet de bedoeling dat u aanvullende vragen stelt. Maar u hebt een mailtje van de griffier gehad, waarin aangegeven is dat ik vanavond mogelijk wat soepelheid zou betrachten. Ja, en ik geef graag het woord even aan de heer Heuzingveld. Vandaar dat ik maar iets meer vraag.
Stadionadvies heeft het tracé zoals dat afgelopen najaar bestond, heeft dat getoetst op verstoringen in de breedte. Dus dan wordt het hele gebied bekeken. Het is nog wel zo, van het tracé is inderdaad op een bepaalde punten wat naar links of naar rechts geschoven. Daar zal in deze periode, voor 1 juni, zal er nog gekeken worden op het gebied van vegetatie. Dus vooral op planten, standplaats van planten, van waar komt die nou precies. Maar dat is een marge van 1 tot 5 meter. En de vervolgstap, zeg maar, is dat na besluitvorming door de raad nog een vergunningprocedure doorlopen zal moeten worden. En dat is op dat moment wordt door de provincie, bevoegd gezag op iets van de natuurbeschermingswet, zal getoetst worden of zeg maar, de staringadvies het goede onderzocht heeft. Oké. Maar u zit niet te denken bijvoorbeeld nog om een extra visotterspecialist bij te halen? We moeten nou geen vervolgvragen meer stellen, want uw vraag is beantwoord. Okay. En ik zou het hierbij willen laten. Oké, okay, dank u. Ik concludeer dat dit stuk als bespreekstuk naar de raad gaat. Nou, ik heb ergens hier begrepen van dat er nog wel wat mensen zijn die hadden het over het alternatief en dergelijke. En ik heb eigenlijk met twee fracties heel duidelijk zich horen uitspreken van dit voldoet, de motie die voldoet. En vandaar mijn conclusie van, maar goed, ik wil de vraag wel voorleggen van... Bespreekster. Zie je? Dan had ik toch goed ingevoeld wat de mening van deze commissie was. Ja, bespreekster. Ik zou u een voorstel willen doen, omdat Erve Vedders eigenlijk hier ook wel weer raakvlakken mee heeft. Stel ik u voor om dat agendapunt nu te gaan behandelen. Mensen van Farsum zitten er ook nog. En die zou ik het niet aan willen doen om eerst nog de twee andere zaken te behandelen. Heeft dat uw instemming? Ja, gaan we doen. Nou, dan gaan we dat doen. Wie wenst het woord over Erve Vedders? Dan begin ik bij de heer De Jonge. Ja, dat mag, voorzitter, maar het is ook maar een zeer korte opmerking dan wel vraag. Op zich kunnen wij ons goed vinden in het voorliggende stuk. Wij zijn blij dat de mensen in Bestum gerustgesteld zijn. Maar ik heb wel een vraag daarover, want er heeft een artikel, en ik weet niet of dat vanuit het huis geïnitieerd is, dan wel vanuit de provincie, in de Stento gestaan. En die heeft nogal wat onrust veroorzaakt. En ik zou aan het college willen vragen of ze wat eerder bij dit soort rood voor rood regeling, die ook wel plaatsvinden binnen de hele en over onze hele gemeente heen, om de raad daar iets eerder over te informeren. Mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Ik heb één vraag eigenlijk, of twee kleintjes. Kijk, we praten over Vassen. En ik weet, ja, dan moet dus een ander gebied worden gevonden. Nu ben ik heel blij in dit geval dat de gemeente heel groot is, qua oppervlakte. Want je moet wel van de ene kant van de gemeente om naar de andere kant van de gemeente om, in elk geval in één situatie, gaan om een compenserende gebied te vinden. Mijn vraag is eigenlijk, is er ook goed gezocht of er dus ook in Vassen of nabij Vassen een mogelijkheid te vinden? Dat is één. En het tweede is, ik heb het niet gelezen en ik denk ook dat het niet zal zijn, maar er is wel contact gehad en gezocht met de omwonenden van zowel de Bergweg als de Stoutdijk. Mag ik aannemen, maar ik hoor graag daar een reactie op. En ik weet dat de omgeving daar vrij stil is, tenminste in ieder geval bij de Stouwberg, maar ik hoor toch graag een reactie hierop. Dank u wel. Meneer Rengers. Dank u wel, voorzitter. Aansluitend aan de vraag van mevrouw Schunselaar, want dat hield ons ook wel bezig. Aanvullend de vraag van, ik heb toevallig net een van de belanghebbenden gesproken. Ik was even benieuwd van hoe die belanghebbenden in beeld zijn gekomen en of dat een openbaar iets is geweest of dat dat ergens onderling is gegaan. Tot zover. Eigenlijk is dat een technische vraag. Maar goed, van de waarnemend portefeuillehouder is mogelijk welwillend om de vraag te beantwoorden. De heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben ook maar eigenlijk
een paar vragen. Ten eerste lezen we in het stuk dat er rondom het perceel aan de Stouwdijk, dat daar geur een aandachtspunt is. Dat bevreemdt ons een beetje. Eigenlijk zouden wij graag willen weten, van, ja, kan het nou wel of kan het nou niet? En waar kiezen we dan voor? Eigenlijk hadden we ook dezelfde vraag als hiernaast. Van, ja, hoe is deze uitruil eigenlijk tot stand gekomen? Want dat is, het ligt natuurlijk enorm ver uit elkaar en daar zijn wij wel benieuwd naar. Dat was het, meneer Bouwmans. Aan u het woord. Nou, ik zal wel vaker de waarnemer van wethouder ter keurs willen zijn. Dat is, Nou, dat kan geregeld worden. Nou, wethouder Schelen heeft zo nog een paar punten op de agenda. Dus als hij nu losgaat, dan kan hij zo ook wat verwachten. Maar goed. Volgens mij kan ik een aantal vragen prima beantwoorden. Maar de heer Geilers kan ook een aantal voor zijn rekening nemen. Misschien is het goed om te zeggen dat dit natuurlijk, ik noemde dat net al, een mooi en breed gedragen plan is waar een hoop partijen bij betrokken zijn. Maar daar zat inderdaad nog als afspraak in dat er ook iets moest gebeuren met een stukje herontwikkeling. Daar zit natuurlijk ook voor de provincie een verdienmodel in. Hè. Dat moet ook denk ik duidelijk zijn. Er is ook gekeken echt op lokaal niveau en wat breder kan het daar lukken. Dat is niet gelukt. Dus uiteindelijk is deze oplossing gekozen en uit de koker gekomen. Ik denk dat de heer Geilers wel iets kan zeggen over is dat nou iets wat... Ja, hoe gaat zo'n proces? Daar ben ik natuurlijk niet bij betrokken geweest. Dus dat, als ik nu iets zou zeggen zou dat giswerk zijn. Maar ik denk dat de heer Geilers daar iets meer inzage in kan bieden. Hij kan ook iets zeggen over het contact dat is gelegd, maar ik heb in ieder geval zelf begrepen dat dat wel degelijk is gebeurd, zowel vanuit de betrokkenen, dus degene die graag willen bouwen, maar ook vanuit de overheid. Maar daar kan de heer Geilers denk ik ook wel iets over zeggen. Geur en aandachtspunt kan hij ook iets over vertellen. Dus als de heer Geilers er niet was geweest, dan was ik heel kort van stof, maar nu zijn we ietsje langer. Alfred. Dank u wel. Ik begin maar met het contact wat er geweest is met de belanghebbenden. Dat is zowel gebeurd door de initiatiefnemers als door de gemeente. De gemeente heeft gesproken met de directe buurman van het perceel aan de Stouwdijk. Dat is degene die de woning direct naast zich krijgt. Aan de andere kant zit een agrariër die de betreffende grond verkoopt aan deze mensen. Dus dat zijn de mensen die in beeld zijn als direct belanghebbenden. Voor Om en Zuid, Besmen, is er een informatieavond geweest over de herziening van het bestemmingsplan buitengebied, herziening Om en Zuid. In dat kader is ook de witte vlek die toen op de plankaart stond aan de orde geweest van wat gaat daar gebeuren. En toen is daar nog eens een keer gezegd van hey, hier komt een apart bestemmingsplan voor. Dat is dit bestemmingsplan wat nu voor ligt. En is gezegd van oké, de woning die daar komt, die komt op het erf Bergweg 16 zelf. Dus het erf Bergweg 16 wat nu een woonbestemming heeft, op die woonbestemming komt in plaats van één woning, twee woningen. Dat is het verhaal en daarmee was ook eigenlijk de kous af voor de buurt in Besmen. Hoe is de uitruil tot stand gekomen? Dat is een lang verhaal. Hè. En er is eerst gekeken in het gebied Varzen zelf. Daar is geen resultaat geboekt. Toen is gekeken van ja, dan moet je buiten het gebied wat gaan doen. Daar heeft de provincie gezocht en men kwam uit bij twee vrijliggende kavels midden in een weiland, zeg maar, zonder dat er aansluiting was bij een wat voor bebouwing dan ook. Dat is toen ook wel in de krant verschenen, als ik mij dat goed herinner. En dat was wat ons betreft niet de bedoeling. De opbouw van hoe je omgaat met rood voor rood is heel simpel. Je bouwt terug op de plek waar je het probleem hebt. En dus als een agrarisch bedrijf eindigt, dan wordt daar teruggebouwd. Als dat niet kan, en hier kon dat niet, de gebiedsuitwerking van Varzen was daar helder over, dat de bebouwing moest worden verplaatst op basis van rood voor rood, dan zoek je aansluiting bij bestaande bebouwing. Dat is gedaan en daarbij is gekeken van ja, wat zijn nou initiatiefnemers die bij de gemeente verzoeken hebben liggen tot woningbouw. En daar is een lijstje van mensen die graag een woning willen bouwen ergens. En die mensen zijn met elkaar in contact geweest. De gemeente heeft daar een beetje een makelende functie in vervuld. Om te kijken van hey, kun je daarmee tot overeenstemming komen of niet. Dat is niet iets voor de gemeente om dat te regelen. Dat is iets aan de initiatiefnemer, provincie, om dat met gegadigden te doen. Als het maar voldoet aan de spelregels van de gemeente. En dat is dus aansluiting, zoeken bij bestaande bebouwing, concentratie van bebouwing. Op die manier is dat tot stand gekomen. Een stukje maatwerken derhalve.
De laatste technische vraag die ik heb staan, geur is een aandachtspunt. Ja, dat heeft ermee te maken dat de grond aan de Stouwdijk ligt in de directe nabijheid van het agrarisch bedrijf aan de Stouwdijk nummertje 3. En daar hoort een afstand tussen te zitten van 50 meter. En die wordt net niet gehaald en dat betekent dat het bouwblok van nummertje 3, ook dat weet de betreffende boer ook, dat die iets wordt aangepast in die zin dat hij dus niet meer voor zijn huis kan bouwen. Nou, dat doet hij toch al in geen 100 jaar. Dus dat was het probleem niet en daarmee is die cirkel van 50 meter die je moet aanhouden vanuit de milieuwetgeving is gehaald. Dat is het verhaal. Zijn er nog aanvullende vragen? Geen aanvullende vragen, dan kunnen we dit probleem met stemverklaringen oplossen, denk ik, in de raad. Dus hamerstuk. Ja, dat komt eerst in inspraak. In. Oh ja, het moet in inspraak, sorry. Dus dat is, ja, dat komt later. Komt later. Dus het kan vrijgegeven worden voor inspraak. Yes. Goed, dan kijk ik even naar de klok. En dan constateer ik dat het een aangenaam moment is voor een korte koffiepauze. Ja, cool, wel. Wij hervatten de vergadering. We gaan eerst even naar vaststelling afsprakenlijst raadscommissie, de dato 6 april 2017. Er zijn er geen bemerkingen opgekomen, dus wij kunnen dat vaststellen. En dat is dan bij deze gebeurd. Ik meld u ook nog dat er twee punten zijn voor de rondvraag. We zullen straks zien wat het is. En dan gaan we nu over tot actualisatie kwijtscheldingsbeleid, gemeentelijke belastingen, gemeente Ommen. Wie wenst daarover het woord? Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft twee vragen bij de actualisatie van het kwijtscheldingsbeleid. En de eerste vraag is... Er wordt namelijk gekeken hoe kan het ruimhartiger, het kwijtscheldingsbeleid voor verschillende groepen. En in het voorstel wordt aangegeven dat wordt voorgesteld om de mogelijkheid voor kwijtschelding aan ondernemers, en dan met name kleine ondernemers, niet in te voeren. En dan geeft u wel een toelichting bij, maar ook wel een onzekerheid dat een en ander nog niet duidelijk is. Maar kan de wethouder of kan de portefeuillehouder dit nog mondeling toelichten? Want dan word ik toch ook in verwarring gebracht als ik kijk op de site van de Rijksoverheid, waarin wel weer wordt verwezen naar de gemeente en wel gezegd wordt dat het een keuze is van de gemeente. Dus tot daar volg ik hem nog. Maar vervolgens wordt er aangegeven als men onder het bijstandsniveau zit, of wordt er ook aangegeven als er onder bepaalde inkomensniveau zit. Dus nu ben ik even aan het zoeken, wat bedoelt u nu precies in dit voorstel? Dat is vraag 1. En even kijken. Ja, vraag 2 was gericht op de financiën. Want daar geeft u ook bij het kopje financiën aan in het voorstel. Met name rondom de maatregel kinderopvang. Daarin geeft u aan van wat de verwachting is van de meerkosten, dat weten we nog niet. En aan de andere kant zegt u van nou, aan het eind van het jaar dan kijken we wel. En... Nou, en worden de bevindingen zo nodig meegenomen in de begroting van het volgende jaar? Maar ik vind hem een beetje een carte blanche. Ik weet niet of dat u dat ook met mij eens bent. Maar misschien kunt u toch iets zeggen over indicatieve meerkosten. Of waarom u dan toch zegt van nou, dit moeten we vooral wel doen. Maar ik weet nog niet precies hoe het gaat eindigen. Dus laten we het maar doen. Dat is even flauw gezegd, maar even, daar zou ik iets meer over willen weten. En dat waren mijn twee vragen. Dank u wel. De fractie van de VOV. De heer Biddelkamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hadden een aantal technische vragen. Die hebben we aan de betreffende ambtenaar gesteld. Die heeft, voor zover ze beantwoord konden worden, keurig netjes beantwoord. Een paar vragen zijn helaas niet beantwoord kunnen worden. Waaronder een van mijn buurvrouw ter rechterzijde zojuist. Omdat we afhankelijk zijn van andere gremia. Dus eigenlijk hebben we voor dit moment geen verdere vragen, voorzitter. Dus ik dank u voor onze inbreng. Dank u wel. De heer De Vries erop les. Oh, ik meende dat u iets wilde zeggen, maar goed, van mevrouw Lagas.
Meneer de voorzitter, we hebben ook een los van de vragen die door de CDA-fractie al gesteld zijn over de ondernemers, een dergelijke vraag hadden wij ook. Wat ons nog opviel en waar we ons even over verbazen is dat al sinds 2012 gehandeld wordt op die 100% bestaansminimum die aangegeven wordt, maar dat het nu nog geregeld moet worden in de verordening. Nou, wij vragen ons af, hebben we dat met meer zaken in om en zo geregeld? Want ik denk toch dat mensen zich wel moeten kunnen afgaan op datgene wat we in onze verordening hebben staan. Dat vonden wij toch wel een opvallende slordigheid. En dan de tweede vraag of opmerking, maar ja, het is eigenlijk wel een vraag. Kijk, als je kijkt naar kwijtscheldingsbeleid, dat is eigenlijk wat meer algemeen, dan maken wij ons toch wat zorgen over de abrupte overgang tussen mensen die wel net wel en niet, wel net niet in aanmerking komen voor het kwijtscheldingsbeleid. En u weet natuurlijk net zo goed als wij dat het nog wel eens interessant is om in een bepaalde situatie te blijven in plaats van bijvoorbeeld te gaan werken, omdat je dan ergens niet meer voor een aanmerking komt. En ja, u hoeft daar eigenlijk nu nog geen antwoord op te geven, maar misschien vindt u het een goed idee om ook hier eens te kijken naar een glijdende schaal zoals we die ook bij de huishoudelijke hulp nu pas hebben geregeld. Dat je een wat geleidelijke overgang hebt, zodat die stimulering er wel in blijft voor de mensen. Dat was de laatste vraag, zeker uw opmerking die wij hadden. Meneer Bongers. Nou, voorzitter, wij zijn wel erg benieuwd naar dan een stukje evaluatie straks. Ook de eventuele financiële consequenties. Want we begrijpen dat vanaf 2012 is dat beleid dan eigenlijk al ingezet. Wel of niet met toestemming van de Raad. Daar vroeg mevrouw de Gas al naar. Maar ja, op zich zou dat natuurlijk niet verrassend mogen zijn, want anders zijn wij denk ik op de verkeerde been gezet. Dank u wel, voorzitter. De heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Met de voorstellen wat het kwijtscheldingsbeleid van Ommen betreft hebben wij in principe geen moeite. We hebben wel een paar vragen. Overigens gekeken naar de ambtenaar om vooraf vragen te beantwoorden, maar die was er niet. Het gaat hier bij dit voorstel om drie aspecten. De pensioengerechtigde betreft dan dat kwijtscheldingsbeleid en dan kinderopvang en de zelfstandige ondernemers. Wat betreft die pensioengerechtigde, beter later nooit zouden we willen zeggen. Bij drie volgen we het voorstel, dus wat die ondernemers betreft. En bij twee vragen ook wij ons af om of werkelijk niet bij benadering in ieder geval enig inzicht gegeven kan worden. Want wat dat betreft zijn we met CDA volstrekt eens. Om zo een carte blanche te geven is een beetje vreemd. Dat doen we in andere gevallen ook niet en hier ook niet. Tenslotte vroegen wij ons af, hebben wij hier nou ook alle ruimere kwijtscheldingsmogelijkheden voor de gemeente gehad? Of komt er nog ergens één? Of is dit inderdaad een limitatieve opsomming van drie mogelijkheden, kwijtschelding, en dat is het? Dank u. Woord is aan wethouder Scheuder. Dank u wel, voorzitter. Laat ik maar met de laatste vraag beginnen. Hebben we het hiermee allemaal gehad? Nou, wat we hier gedaan hebben is met name aan de hand van landelijke indicaties gezegd van goh, dit zijn drie groepen die extra in aanmerking komen. Als je kijkt naar het kwijtscheldingsbeleid is dit op dit moment met name in de afvalstoffenheffing en de riool. OZB minder, dat is ook wel logisch hè, voor huizen, daarna is het waarschijnlijk wat minder ook nodig. Dus het eerste beeld is van we hebben het hiermee ongeveer gehad. Het hangt ook sterk af van het Rijk, welke mogelijkheden je hebt. Hè? Want het is toch een stukje inkomenspolitiek, om het zo maar te zeggen. En het Rijk is daar erg restrictief in. Dus je moet wel heel goed kijken naar wat je mogelijkheden zijn. Maar het past natuurlijk wel in het beleid van de gemeente, zoals u dat zelf ook bij het minimabeleid heeft vastgesteld, om ruimhartig te zijn waar het gaat om mensen met een smalle beurs. Dan kom ik even op het punt van mevrouw Bakelaars. Ruimhartiger, ja, maar hoe zit dat nou met die ondernemers? Dat is precies ook hier de afweging ten opzichte van de landelijke regelgeving. En inderdaad is het zo dat de site daar verwarring zaait. Kijk, de site zegt van, goh, wij gaan de gemeente ruimte geven, dus de gemeente kan kiezen. Apropos, we gaan nog wat nadere regels stellen. En die regels die komen. Dus wij vragen vaak naar het ministerie van, goh, wanneer komen die regels? Er wordt helaas niet gezegd van, dan en dan, dan komen die regels, dan kun je plan maken. Dat is gewoon in het verschiet. Dat schijnt iets met een nieuw kabinet te moeten worden. Dus dat is lastig. En dan heb je natuurlijk het dilemma van ga je regels nu opstellen, dan heb je kans, en zelfs grote kans, dat je in strijd met de regels gaat opereren en dan moet je alles terugdraaien. Dus dat was voor ons de reden om te zeggen van nou, dan gaan we even pas op de plaats maken waar het gaat om de kleine ondernemers. Hoe spijtig wij dat ook vinden, want ik ben het met u en ook mevrouw Legas wees erop, natuurlijk eens van dit is wel een groep waar je rekening mee moet houden. Wat je wel kunt doen als gemeente, en dat doen we trouwens ook, is bij betalingsregelingen coulance betrachten. Dat doen we en daar gaan we natuurlijk ook rustig mee door.
En ja, op het moment dat die regels van het Rijk afkomen, gaan we natuurlijk snel met een voorstel naar u komen. Ja, hij stond ergens. Een voorstel naar u, ja, dat is ook al gezegd door een aantal van u. Van goh, 2012, mevrouw Legasse begon daarmee. Van, dat is een beetje vreemd, ja. Want hoe werkt het? Er zijn mogelijkheden volgens het Rijk op drie fronten. Kinderopvang, zelfstandig ondernemers en de ouderen. Laten we ermee aan de slag. Hé, die ouderen, dat doen we al. Nou, dat is op zich prachtig. Want ook juist in de Raad is een aantal keren gevraagd om ruimhartig beleid als het gaat om de ouderen. Ik kan me nog de discussie herinneren met de heer Middelkamp. Die wees op de armoedeval, 65 plus. Dus... maar goed, het is terecht gezegd van, goh, dit moet wel geautoriseerd worden door de Raad. Hè? Dus inhoudelijk gaf hij al wel de richting aan. Maar het is niet goed. Dus terecht dat hij daarop wijst. En daarvoor verontschuldiging. U had dat eerder moeten kunnen vaststellen, natuurlijk. Dus dat proberen wij hier op een nette manier alsnog zo te regelen. Het is dus inderdaad financieel wel verder afgedekt. Ja, de onzekerheid bij de financiën zit bij de kinderopvang. En ik heb vandaag toch maar eens even er echt in gegraven. Want het is wel een heel ingewikkeld verhaal. En ik ga proberen dat in zo goed als mogelijk hier op Janneke taal te vertellen. Van hoe zit het nou met die verwachtingen van die groep? Kijk, wat al lastig is, is dat het een groep is die al waarschijnlijk in de bijstand zit. En we hebben geen aparte kinderopvanggegevens in die bijstand, omdat we daar natuurlijk nu nog niet naar vragen. We hebben nog geen titel om dat te doen, want dat moeten we regelen. Dat doen we nu. Dat is één. Twee, omdat ze in feite al in de regeling zitten op andere fronten, en die kans is namelijk heel groot, als het gaat om riolering, als het gaat om afval, zijn de financiële consequenties waarschijnlijk beperkt. Maar we hebben ook nog eens even langs een andere weg gekeken. En we hebben even gekeken naar personen die bijzondere bijstand genieten in het kader van de kinderopvang. Want dat kan, hè. De bijzondere bijstand is echt het ultieme vangnet. Dus we hebben even gescreend op van, goh, hoeveel personen hebben nou op titel kinderopvang bijzondere bijstand? Want die komen hier zeker voor in aanmerking. Nou, dat zijn er 7. Nou, dan kun je zeggen van, goh, het gaat om een stukje verlenging, hè, van de tijd die het mogelijk is. Dus het, nou ja, goed, als dit om meer dan 1000, 2000 euro zou gaan, dan zou het me al sterk verbazen. Dan doe ik het een beetje voorzichtig, hè, want terecht zegt de ambtenaar van ja, je weet het echt niet. En, maar goed, het gaat dus niet om hele grote bedragen. Maar terecht, en de heer Bongers vroeg ook al om, natuurlijk gaan we er wel even naar kijken einde jaar. Hè, dan moeten we het zeg maar volgend jaar evalueren en we kijken of dat inderdaad de verwachting is die we hadden. Wordt het heel anders, dan komen we uiteraard bij u terug. Mevrouw Legasse deed nog een interessante suggestie naar wat meer subtielere overgangen, hè, van wel of niet. Ik denk wel dat daar een aantal landelijk wettelijke beperkingen zullen zijn voor dat type van flexibele inrichting. Maar ik vind de gedachte interessant genoeg om er eens even goed naar te laten kijken. Dus dat ga ik doen. En volgens mij heb ik daarmee alle vragen gehad, voorzitter. Mevrouw Legasse. Nee, meneer de voorzitter, er is er nog eentje blijven hangen. Heeft u ook gekeken binnen de verordening of er nog meer van dit soort omissies zitten die wel toegepast worden, maar nog niet in de verordening geregeld zijn? Subtiel. Ik dacht dat ik hem indirect had beantwoord naar aanleiding van wat de heer Van der Moorden zei. Maar meer precies, ja, we hebben ernaar gekeken en ja, het lijkt nu allemaal oké te zijn. Mevrouw Bakelaar. Ja, nog één korte aanvulling, voorzitter. Op wat de wethouder ook aangeeft, hè, die 7 personen wat het dan betreft. Kijkt u dan ook bijvoorbeeld naar gebruik van andere voorzieningen? Zoals het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds of dat soort mogelijkheden? Ja, die worden bij het kwijtscheldingsbeleid altijd betrokken. Verder geen vragen. Kan ik concluderen dat dit als hamerstuk naar de Raad kan? Maar dan maken we het de nieuwe waarnemer niet al te moeilijk de volgende keer. Dan. Het volgende agendapunt. Wie wenst daarover het woord? De heer Van der Mooren. Ik dank u wel, meneer de voorzitter.
In de eerste plaats willen wij de portefeuillehouder bedanken voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen. Dat ging prima. En ook bij dit agendapunt ging het weer om drie aspecten. Reële prijs voor de WMO-diensten, de eigen bijdrage, algemene voorziening, huishoudelijke hulp en wat technische aanpassingen. En bij 1 en 3 heeft de fractie van de ChristenUnie geen vragen. Wel bij 2 die eigen bijdrage. Want impliciet gaat het dan ook over de discussie over het laten aansluiten bij een schoon en leefbaar huis en die extra wasvoorziening. En in het stuk er wordt 2 keer gemeld dat de raadscommissie op 6 april is geconsulteerd. En dat is naar onze stellige mening niet waar. We hebben uiteindelijk schriftelijk vragen kunnen indienen, zoals ik net zei, en daar ook nog antwoord op gekregen. Maar dat is toch niet hetzelfde als consulteren. Dat suggereert meer. We hebben, en dat is misschien wat meer van belang, uiteindelijk ook nog geen enkele mening gegeven. We hebben vragen gesteld, we hebben ook de antwoorden gekregen. De meeste vragen zijn naar tevredenheid beantwoord, behalve vraag 1. En dat gaat over die aansluiting op een schoon en leefbaar huis, inclusief die wasvoorziening. Die 25 euro per maand is omgerekend 10 tot 12 minuten extra werk. En we snappen dat het om een gemiddelde gaat. Maar het gaat er ons om hoe dat gemiddelde van die 25 euro per maand, dus die 10 tot 12 minuten extra werk, omhoog is gegaan en hoe hiermee gegarandeerd kan worden dat we de doelstelling schoon en leefbaar huis halen. En die extra tijd is natuurlijk best wel mooi, maar het is in feite een kleine toegift. Met de staffeling waren wij het vanaf het begin wel degelijk eens. En we vinden dat het ook zo snel mogelijk moet gebeuren. En hoe langer we wachten, des te meer papieren rompslompen we krijgen. Dus graag een antwoord op die 25 euro stijging en de aansluiting. Daar hebben we vragen bij. Dank u. Ik heb nog even een vraag aan meneer Van der Mooren. U hebt schriftelijke vragen gesteld. Wanneer is dat geweest? Een aantal weken geleden. Ja, nu ben ik weer bij, omdat ze niet bij de stukken zaten. Maar, Nee, maar elke fractie heeft dat gekregen. Ja, maar ik denk dat we af moeten spreken dat we dat in het vervolg wel met elkaar delen. Ik dacht dat iedereen de gelegenheid had tot het stellen van die schriftelijke vragen en daar ook antwoord op heeft gekregen. Voorzitter, wij hebben ook inderdaad schriftelijke vragen gesteld. Daar hebben wij als CDA ook wel antwoord op gekregen. Ze staan nu in het RIS-informatiesysteem. Daar staan ze wel in. Maar omdat het al een paar weken geleden is, dan is het weer wat lastiger. Niet bij de stukken, nee, dat klopt. Goed, we spreken af dat ze in het vervolg ook in het notenboeksysteem opgenomen worden. Meneer Bogers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, op zich kunnen wij ons eigenlijk wel vinden in het stuk. We hebben wel nog één zorgpunt en dat zorgpunt betreft de zorgmeiding waar we al eerder over hebben gesproken. De bedoeling, en daar heeft de participatieraad ook al zich ook over uitgesproken, dat ze een groep van mensen, en ik heb dat ook wel in mijn naaste omgeving gezien, dat mensen toch geneigd zijn van, ja, laat maar zitten, ik vraag het niet aan, of ik krijg het toch niet. En hoe weet u nu zeker dat we ook met deze nieuwe, deze nieuwe situatie iedereen bereiken die daar eigenlijk recht en ook echt behoefte aan heeft. Want dat zou ontzettend jammer zijn dat we op die manier naast ons doel schieten. Daar zou ik toch graag een antwoord op willen. Voor het overige kunnen we ons prima vinden. De heer Boerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook ik kan me prima vinden het voorstel. Inderdaad, even een vraag over de brief van de participatieraad. Het gaat inderdaad om die zorgmeiders. Dat is natuurlijk heel moeilijk in kaart te brengen. Een tweede punt wat zij aansnijden is de slechte uitvoering van huishoudelijke hulp. Is de wethouder daar ook over bekend? En wat daar aan te doen is, voorzitter, dat waren de vragen. De heer De Vries Robles. Ik heb nog een vraag, voorzitter, die eigenlijk gaat op de toepassing van onze schatting van de behoefte aan huishoudelijke hulp, die ook in de verordening geregeld wordt.
Inmiddels is er nadere jurisprudentie over verschenen en voldoen wij ook aan die uitspraken die daar gedaan zijn rondom het feit dat je per definitie een individuele inschatting moet maken van de behoefte. Nog een tweede opmerking. Ik kwam ergens nog het H-woord tegen. Nou, als de gemeente H onze kwijtschelding betaalt, dan zou ik daar niet mee ontevreden zijn. De heer Middelkamp. Stond helaas niet in de kwijtschelding, zei Lydia. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik werd in het begin door de heer Van der Moorden even op verkeerd been gezet toen hij het woord reële prijs in de mond nam. Ik denk, hey, had ik kunnen weten dat daar een vraag over gesteld is en wat is dan het antwoord geweest? Want dan hoef ik de vraag niet te stellen. Ik heb even snel teruggekeken en ik vond de vraag niet. Dus ik stel hem toch, anders dan had ik er misschien ons als fractie bij kunnen aansluiten. De vraag gaat over de reële prijs en de vragen die we bij dat begrip hebben is... Wat bedoelt u met een reële prijs? Hoe heeft het college de reële prijs vastgesteld? En is het college zich daarbij bewust geweest van het feit dat het zou kunnen zijn dat het college op de stoel van de zorgaanbieders is gaan zitten bij het vaststellen van die reële prijs? En dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Makkinga. Ja, voorzitter, nog een paar punten waar wij nog aandacht voor willen vragen. In ieder geval ook dank voor de beantwoording van de schriftelijke vragen die wij gesteld hebben. Het H-woord is al genoemd. Het gaat over de monitoring. Daar komt ook de participatieraad, die zegt daar het een en ander over. En u geeft aan in de stukken dat u twee keer per jaar een gesprek voert met de aanbieders. En mijn vraag is van, wordt ook de participatieraad of de cliëntvertegenwoordigers betrokken bij deze evaluatie? Of tussen evaluaties, zodat inderdaad ook vooral het cliëntenperspectief, maar ook van zijn onze inwoners niet tevreden over de geboden diensten, voldoende aan bod komt. En waar ik altijd nog wat mee worstel, ik heb er ook een keer al eerder wat vragen over gesteld, is juist die groep die net boven de 130% zit. Want uit onderzoek blijkt vaak dat juist die groep tussen het wal en schip valt. En mijn vraag is van, neemt u deze groep ook, is het mogelijk om die ook mee te nemen in de monitoring? Dat daar misschien ook een groep juist van zegt van, nou, we zien toch af van de huishoudelijke hulp, terwijl we het misschien wel nodig hebben. En tot slot nog van het eind, of in de beantwoording op de vragen die wij gesteld hebben, geeft u ook aan van dat u een informatiepakket samenstelt. Dan staat erbij ter ondersteuning van de aanbieders, maar ik zou zeggen dat maakt u voor de inwoners en niet zozeer voor de aanbieders. En mijn vraag is van, het lijkt mij wijs, of, maar misschien doet u dat ook wel, of u daar ook de participatieraad betrekt bij het samenstellen van die informatiebrochure en dan gaat het met name om de leesbaarheid, want daar ontbreekt het nog wel eens aan. Dus daar ook graag een reactie op. En ik heb hem u onderhand ook al gegeven, maar ik wil hem hier toch nog een keer laten zien. Iedereen heeft daar een hele mooie brochure voor gemaakt, dus we hoeven ook niet alles zelf te bedenken. Wethouder Schreder. Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met het punt van de heer Van der Moor over de eigen bijdrage. Kijk, het verhaal van de 25 of 27 euro heeft niet van doen met een extra bijdrage die men betaalt om een extra kwaliteit of een extra dienst te krijgen. Het is een hele simpele verandering van termijn. Het was 25 euro voor 4 weken en het is nu op een maand gezet en dan kom je op 27 uit. Zo praktisch is die. En het is ook een verzoek juist van de klanten geweest, want die zeiden van ja, kijk, je kunt wel 25 per 4 weken doen, maar dan krijg je in de 13e maand, dus de 12e maand, krijg je een 13e maand extra te verhapstukken. En dat had men liever niet. Dus zo praktisch is in feite zeg maar dat punt. Hè? Dus het is niet een extra dienst voor die 2 euro extra, het is gewoon een verlenging van de termijn. Het principiële punt van de heer Bongers, hoe voorkom je nou zorgmijding? Dat gaan we nooit helemaal voorkomen. Maar ik denk wel dat het voorstel met zich meebrengt dat in ieder geval de grote kloof tussen een eigen bijdrage van 25 en 100 euro, dat is dan nog iets meer geworden, in ieder geval wel verminderd is. Hè? Want juist omdat we rekening houden met 100%, 110%, 120% en 130% van inkomen, hebben we wel zeg maar mensen iets meer in de gelegenheid gesteld. We houden iets meer rekening met hun inkomenssituatie. Ja, het is natuurlijk wel zo
dat we gelukkig heel veel mensen en organisaties hebben die aan signalering doen. En daar hoorden natuurlijk ook de zorgprofessionals bij, hè, van Carinova en wat iets meer zijn. En natuurlijk hebben wij, daar kom ik straks nog iets meer over te spreken, ook, moeten ook gesprekken zijn van, goh, merken jullie dat er opzeggingen zijn, hè, en wat zijn dan de redenen? Dus zo kom je er wel achter. Dat is niet direct op klantniveau, hè, maar dan kun je wel eens een tendens zien te achterhalen. Nou, zo gaan wij daar dus wel mee om. En u heeft natuurlijk een terecht punt dat we dit wel goed moeten monitoren. Hè, want het gaat er natuurlijk om dat we onze klanten bereiken. De heer Moerman vroeg naar de twee punten van de participatieraad. Nou, het eerste was inderdaad dat punt van die monitoring. En twee, die uitvoering, hè, van goh, hoe gaat dat nou? Nou, allereerst, we hebben de participatieraad gevraagd, dat is al een tijdje geleden, om ook echt nadrukkelijk bij de uitvoering betrokken te zijn. En te kijken. He, want je kunt ook, en dat gebeurt elders in Nederland wel, een participatieraad puur als beleidsadviesorgaan hebben. He, dan heb je nieuwe nota's en daar komt dan een advies op. Wij hebben de participatieraad gevraagd van, goh, leg je oor te luisteren. Ze zijn goed georganiseerd. Wij willen horen van hoe het in de praktijk gaat. Dus geef ons de verhalen uit de uitvoering erin. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen. En dat werkt volgens mij tot nu toe in ieder geval behoorlijk goed. En ja, wij horen ook wel dat er klachten zijn over de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Deels kwam dat natuurlijk, deels was dat heel voorstelbaar toen wij natuurlijk allerlei maatregelen moesten nemen om met 40% minder geld een en ander uit te voeren. Ja, geen wonder dat het dan een tandje minder wordt, of twee zelfs. Maar wat we wel zien is dat we zo langzamerhand toch wel de zaak goed op rij krijgen. En dat heeft natuurlijk ook van doen met het punt van wat de heer De Vries op Bres aangaf. Van ja, maar voldoe je dan nu aan de normen en voldoe je aan de rechtelijke uitspraken? Nou, daarvan kan ik zeggen, ja, daar voldoen we aan. Want hoe werkt het? Natuurlijk hebben wij oog op zeg maar onze mensen bij de keukentafelgesprekken. En het is inderdaad zo dat op het moment dat er sprake is van een extra vraag, dat we niet zeggen van, goh, maar dit is huishoudelijke hulp, hè, en het kan dus niet. Nee, wij hebben dan de mogelijkheid om aanvullend maatwerkvoorzieningen te treffen. En dat gebeurt ook. Het zal niet, zeg maar, veel gebeuren, maar het gebeurt wel. Dan, ja, een heel lastig punt van de heer Middelkamp, reële prijs. Ja, wat is dat? En ga je dan niet op de stoel van de aanbieder zitten? Deels wel en deels natuurlijk ook terecht. He, want zij zijn de aanbieders, ze hebben er belang bij om een hoge prijs neer te zetten. En ja, je moet daar dus wel een zeker tegenwicht in geven. Maar zij zijn de deskundigen ook. Hè? Dus wat we doen is, we kijken naar de landelijke normen die zijn vastgesteld. En er is heel veel materiaal op dit moment voor. Ook door de jurisprudentie van, goh, wat zijn op dit punt reële prijsstellingen? Nou, die volgen we, dat brengen we in gesprek. En we hebben gelukkig, in de gesprekken die we tot nu toe hebben gehad, het gevoel van, hier gaan we uitkomen. Dit is de prijsstelling die reëel is. En dat moet natuurlijk ook, hè? Want je moet geen gedonder over de prijs hebben. Want dan zijn alle ogen gericht op de prijs en niet op de kwaliteit. En daar gaat het natuurlijk om. Dus ik denk dat we uit die prijs wel komen. En we moeten het nu hebben echt over de kwaliteit. En over de kwaliteit is nogal een paar dingen te zeggen. En dat is in feite ook het punt van mevrouw Makkinga. Er zijn ook anderen die daar op zeggen. Maar kijk, wij hebben dus niet ervoor gekozen om hier te zeggen van, goh, we hebben een bestek en dat gaan we afvinken. Hè, en als men er niet aan voldoet, dan is het klaar. Want dan weet je dat je fout bezig bent. Waarom? Omdat er deskundigen zijn die dat bestek zo kunnen schrijven waar je toch niet achter komt. En dat was in feite ook de praktijk. Dus wat moet je doen? We hebben even gekeken naar andere kwaliteitssystemen. Het hoger onderwijs, dat ken ik uit mijn verleden, die hebben uitstekende systemen van kwaliteitsborging. Die zeggen van, vraag het eerst aan de aanbieder zelf. Maar pin ze erop vast. Dus laat zien wat jullie kwaliteit is. Hoe hebben jullie dat zeg maar, voor jullie zelf uitgesproken? Wat doen jullie met gelijke organisaties? Hoe spreek je daarover? Leg dat vast en dan gaan we over praten. Dat is één. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Je moet ook praten met de klanten. Natuurlijk, want daar gaat het om. Dat hebben we ook geborgd. En we hebben ook geregeld, ook in de contracten, dat we werken met mystery guests. Hè? Dus selectieve steekproeven, waarbij we ook kunnen toetsen of datgene wat allemaal is opgeschreven en bedacht en beschreven, dat ook daadwerkelijk praktijk is. Nou, in die combinatie, maar alleen in die combinatie, hebben wij volgens ons wel een goede kwaliteitsborging. Het informatiepakket is niet alleen maar voor de inwoners, maar ook nadrukkelijk voor de aanbieders. Want wij willen die aanbieders nu echt ook aangeven van, goh, dit hebben we afgesproken en daar gaan we jullie ook aan houden. Dus zo is dat informatiepakket bedoeld. Maar ik snap u wel, wij moeten goede communicatie hebben naar onze inwoners. Die moeten weten waar het om gaat.
En ja, de leesbaarheid van onze stukken kan af en toe beter. Dat ben ik geheel met u eens. We hebben gelukkig nu een paar afspraken gemaakt, ook met de participatieraad. En met een aantal ervaringsdeskundigen om stukken te laten meelezen. En we hopen inderdaad op in ieder geval goed leesbare stukken. Voorzitter, tot zover. Tweede termijn. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onze fractie snapt natuurlijk heel goed dat als je in een onderhandeling zit, dat de ene partij erop uit is en een baat bij kan hebben dat de prijs zo hoog mogelijk is en de ander zo laag mogelijk. En dat je elkaar ergens halverwege vindt. Maar de vraag was van, in het stuk staat het college bepaalt de reële prijs. Van wat verstaat u nou als college onder een reële prijs en hoe heeft u die vastgesteld? Dus niet alleen maar een toelichting van ja, dat, je moet onderhandelen, de een wil dit, de ander wil dat nemen. Wat is nu voor u reëel? En ten tweede, voorzitter, een vraag die we niet gesteld hebben, of ja, het is misschien ook wel meer een opmerking, moet even kijken waar ik uitkom. Het stak onze fractie enigszins toen het ging over de kwaliteit van de huishoudelijke hulp, dat u daaraan verbond van ja, maar we hebben wel 40% moeten inleveren. Dan wil ik in dit kader graag de wethouder erop wijzen, voorzitter, dat wij de afgelopen jaren, in 2016, of in 2015 en in 2016, ettelijke tonnen hebben overgehouden in het budget huishoudelijke hulp. Dus daar waar de kwaliteit te weinig, te laag, te kort is geweest, hadden we misschien met al die euro's die we over hebben gehouden, de kwaliteit wel wat beter kunnen aanvliegen. En dat wilden we toch wel even kwijt, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Makkinga. Ja, ik had me even iets te laat gebeld. Maar wat ik heb nog aangegeven van of het ook mogelijk is om in de monitoring de groep die net boven die 130% zit mee te nemen. Dat was de wethouder nog vergeten. Wethouder Schelen. Ja, wat is een reële prijs? Een reële prijs is denk ik een prijs waar je zeg maar landelijke eikpunten voor hebt. En ik heb aangegeven dat wij ons refereren aan landelijke maatstaven op dit punt. En een reële prijs is wat ons betreft een prijs die wordt gedragen door de instellingen die het moeten uitvoeren. En ik dacht dat ik ook had aangegeven dat dat aan de orde was. Nou, als je die twee optelt, dan krijg je een getal. Hè, en dat is dan de prijs. En die wordt uiteindelijk vastgesteld. Ja, en dat doet het college. Uw punt over de huishoudelijke hulp en de overschotten. Ik geef u niet helemaal ongelijk. Maar ik stel wel vast dat de huishoudelijke hulp vroeger en de huishoudelijke hulp nu. Het zijn niet helemaal appels en peren. Maar er zijn wel een aantal dingen die er fundamenteel zijn veranderd. En dan heb ik het natuurlijk over niet alleen de soort van de voorziening. We hebben een uitgebreid gesprek gehad, ook in de commissie, over de onderdelen die erin zitten en niet. Geldt ook over de bijdragen die eraan worden gevraagd. Geldt ook de eigen bijdragen die ervoor worden gevraagd, enzovoort, enzovoort. Dus het is wel een heel ander regime geworden. Ik doe niks af aan het feit dat we inderdaad daar geld aan overhouden. Dat, als dat uw punt is, ja. Maar het is niet in de omvang die wel eens wordt gesuggereerd. Dat wil ik ook wel gezegd hebben. Dan mevrouw Makkega, wilt u ook monitoren 130% plus? Ja, graag. En natuurlijk hebben we daar ook zeg maar belang bij en oog op. En we hebben daar gelukkig ook instrumenten voor. Want we hebben natuurlijk de mogelijkheid om het CRK te berichten. Het CRK kan in, maar het zijn wel hoge uitzonderingen hoor, de hardheidsclausule toepassen. En dat betekent dat je geen eigen bijdrage bij hem hoeft te betalen. Dus dat is dan echt op voorspraak van. Het zijn uitzonderlijke gevallen, maar het kan zijn door combinatie van zorg dat je in die situatie komt. Dus dat is één. En twee, we hebben natuurlijk onze bijzondere bijstand als een, zeg maar een mogelijk vangnet. Nou, dus bij elkaar hebben we wel een aantal dingen. Maar u heeft gelijk, 130% is wel een harde grens. Dus we moeten wel daar goed naar kijken wat de gevolgen zijn. Voorzitter, tot zover. Dan is voor vanavond dit punt ook afgehandeld. Ik kijk nog even rond. Hamerstuk. Dan is het de bespreekstuk. Dan gaan we nu over tot de rondvraag. En dan vraag ik de
vertegenwoordiger van de LPO om een rondvraagpunt aan de orde te stellen. Dat is meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over het omgekeerd inzamelen en dan de specifieke maatwerksituaties voor situaties waar mensen met een medische indicatie extra een beroep doen op de afvalinzameling. En ik wil eerst wel even kwijt. Ik heb hem toch ongeveer een week lang heb ik geprobeerd de desbetreffende ambtenaar aan de telefoon te krijgen. Ik heb heel lang af en toe aan de telefoon gehangen. Ik heb de voicemail ingesproken. Ik heb terugbelnotities laten aanmaken. Maar ik ben nooit teruggebeld. Dat vind ik wel heel erg jammer. Maar goed, de vraag is. Er zijn een aantal mensen zijn geconfronteerd met de nieuwe verordening wat betreft het aantal, de tegemoetkoming in de aantal ledigingen voor mensen met een medische indicatie. Die is bij de verordening van 2017 teruggebracht. Mijn eerste vraag daarover is, zijn de desbetreffende mensen daarvan op de hoogte gesteld? En de tweede is van, wat is het voornemen van het college in deze voor 2018. Wat mogen we verwachten? Dat was het, voorzitter. Ik stel voor dat het CDA ook de vraag stelt, want het zit op hetzelfde terrein en ook nog wel in het verlengde, denk ik. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is leuk. Het zit inderdaad in het verlengde. En wij hebben inderdaad goed contact met de ambtenaar gehad. Dus ik weet niet of dat het dezelfde ambtenaar is. Dat weet ik niet. Hij was in gesprek. Nee, dus nadrukkelijk goed technisch antwoord gehad, maar er zit nog iets anders achter. En de heer Bongers die verwijst daar volgens mij ook naar. We hebben met z'n allen en het CDA, in het bijzonder zeg ik vanuit het CDA, gevraagd om maatwerk. Daar waar het ging niet alleen om die medische indicatie, maar ook als het gaat om luiers, incontinentiemateriaal. Ik weet niet of u daar ook op doelt, maar dat is specifiek mijn vraag. Zo van, we hebben erom gevraagd, daar hebben we een toezegging ook op gehad. Op een gegeven moment hebben we raadsbreed ook gezegd van, nou is het belangrijk dat we in ieder geval maatwerk kunnen blijven toepassen. Eigenlijk hebben we er nooit meer iets van gehoord, van hoeveel vragen zijn er dan geweest als het gaat om maatwerk. Want er zijn vragen, er komen vragen bij ons binnen en ik kan het antwoord in ieder geval niet geven. Dus hoe kunt u aangeven, misschien nu niet, maar op een later moment zou ik wel willen weten, wat is daarmee gebeurd? En ook hoe wordt er nou vormgegeven aan het verzoek, hè, om dus maatwerk toe te passen? En dan ook zonder gelijk weer de portemonnee te trekken, want dat was ook nadrukkelijk de bedoeling. Dus als het echt noodzakelijk is, niet gelijk weer en een factuur die dag daarna in de brievenbus ligt. En een andere vraag, in het verlengde. In hoeverre is de gemeente Ommen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen waar het gaat om die recycling van de luiers en ook het incontinentiemateriaal? Want dat is ook steeds verdergaand. Op dit moment is het nog gewoon restafval. Maar zoals we weten, in Ommen hebben we gelukkig ook nog heel veel kindertjes. Maar we hebben ook heel veel ouderen. En beide groepen hebben toch te maken met allerlei materialen. En hoe ver bent u daar nu van op de hoogte? Want het was afgelopen maand nog op het nieuws weer dat ze steeds verder daarin zijn. Je hebt ook wel de stichting recycling, maar je hebt ook de regelgeving waar de gemeente zich aan moet houden rondom de recycling. Maar daar zijn we wel heel erg benieuwd naar als CDA, want dat zouden we graag willen. Dank u wel. Tot het laatst toe in actie. Het woord is aan Mark Bouwman. Nou, sterker. Dank u wel, voorzitter. Had ik me zo voorgenomen geen grapjes te maken. Dat ga ik ook niet doen. Oh, het is inderdaad wel een boeiend thema, dus ik begrijp ook heel goed dat u er aandacht voor vraagt, want het gaat ook ergens over. Ik zal het proberen volordelijk te beantwoorden. Te beginnen met de vraag van de LPO, van de heer Bongers, over het maatwerk omgekeerd inzamelen. Het is zo dat wij de nieuwe regeling voor 2017 hebben neergelegd in de vastgestelde verordening afvalstofheffing, door u vastgesteld in artikel 9.
In de verordening staan ook de tarief voor het vastrecht, leidingstarieven enzovoort vermeld. De belastingverordening is, zoals dat hoort, gepubliceerd in het gemeenteblad. De verordening als zich is niet toegezonden aan de personen die in 2016 gebruik hebben gemaakt van de vorige regeling. Die regeling uit 2016, heb ik begrepen, betroffen door het college vastgestelde beleidsregel maatwerk omgekeerd inzamelen. Maar het is wel zo dat wij, dan moet ik dat even correct zeggen, ik ga even schuiven in mijn stukken, dat wij de mensen die in 2016 onder de regeling vielen, in februari van 2017, dus van dit jaar, allemaal hebben geïnformeerd over het feit dat de beleidsregeling vanaf 2017 is opgenomen in de belastingverordening. En dat de regeling dus is aangepast. Het is zo dat ons inmiddels is gebleken, het is wel goed om hier te zeggen, dat de huisartsen in Ommen niet meewerken aan de medische verklaring. Dat begrijp ik overigens wel, zeg maar even vanuit mijn... Nou, ik wou zeggen thuissituatie, zeg maar. Dat zou je weer verkeerd kunnen opvatten. Maar vanuit het feit dat wij thuis, omdat mijn vrouw huisarts is, ook wel eens praten over het verstrekken van medische verklaring. En ik kan me iets bij voorstellen waarom dat hier niet gebeurt. Dat staat niet in mijn ambtelijke notitie, maar dat voeg ik dan maar even toe. Het is wel zo dat wij daar vanuit de gemeentelijke organisatie praktisch mee omgaan. De tegemoetkoming wordt vanaf nu als aparte regel verwerkt op het gecombineerde aanslagbudget gemeentelijke belastingen. Dat was in het begin van dit jaar nog niet mogelijk, waardoor we een aparte brief hebben verzonden. Nou, ik heb ook wel voorbeelden aangereikt gekregen. En daar blijkt het ook wel uit. Dus als u dat zou willen zien, kan ik u dat zo wel laten zien. Maar dat is volgens mij op die manier verwerkt. Dus wel proactief en richting de inwoners, zodat ze ook gebruik blijven maken van die regeling. Op dit moment is voor ons geen aanleiding om in het najaar uw voor te stellen verordening op dit onderdeel te wijzigen voor het komende jaar. Dan kom ik bij de vragen vanuit de CDA-fractie van mevrouw Baaklaar. Aan onze toezegging om maatwerk te leveren voor huishoudens met extra afval als gevolg van medische omstandigheden, dus incontinentiemateriaal of stoma-materiaal, hebben we uitvoering gegeven in de verordening afvalstofheffing, zoals ik dat zojuist ook al zei richting de heer Bongers. Het is zo dat betreffende huishoudens een gemaximeerde vermindering van de aanslag kunnen krijgen. Dat zei ik net ook al. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rond recycling van luier in incontinentiemateriaal. Het is zo dat op dit moment hard gewerkt wordt aan installaties die dat op een goede manier kunnen verwerken. Dat is alleen technisch nog steeds in de proeffase. Maar met onze vuilinzamelaar, de ROVA, volgen we die ontwikkeling wel nauwgezet. De ROVA is ook, zoals u weet, eigenlijk wel koploper op heel veel terreinen. Dus dat past ook gewoon heel goed bij hun bedrijfsstrategie. Dus dat wordt ook als kansrijk gezien en ook iets wat we hier heel goed kunnen doen. Uit onze sorteeranalyses blijkt een groot aandeel van het luiermateriaal op dit moment in het restafval zit. En het gescheiden verwerken van dat materiaal past dus uitstekend in ons streven naar een verdere reductie van het restafval. Want dat was nou de hele bedoeling ook van het ondergronds inzamelen. We willen u daar binnenkort over informeren. Voor wat betreft alle gegevens die we op dit gebied hebben in de volle breedte van de inzameling over 2016. Dus dat komt uw kant op. Dus volgens mij is het een thema waar u binnenkort nog eens wat diepgaande weer over door kunt praten. Voorzitter, ik hoop dat ik zo met hulp van de ambtelijke annotaties de vragen kunnen beantwoorden. Meneer Bongers heeft geen aanvullingen. Mevrouw Baaklaar. Ja, toch één punt waarvan ik ook me wel bewust ben dat het misschien niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Maar natuurlijk staat het in de verordening. Het is wel de vraag in hoeverre is men daar dan van op de hoogte en wordt daar gebruik van gemaakt. Maar misschien is dat nog iets zonder dat we op het microniveau moeten gaan. Maar ik ben wel aan het zoeken van er komen wel vragen binnen. Dus is men op de hoogte en hoeveel aanvragen zijn er dan geweest? Hoe wordt ermee omgegaan? Ik stel voor dat ik die vragen even laat opschrijven. Dat we die ook dan mee kunnen nemen als we toch die gegevens over 2016 hebben. Dat we hier ook even aandacht voor hebben van hoe is die communicatie, ziet die er, of heeft die eruit gezien? Wat voor respons krijgen we erop, voor zover ons bekend, en hoeveel gebruik wordt er gemaakt? Dan hebben we het hele plaatje denk ik compleet, dus een terechte aanvulling. Er is ooit een
voorstel geweest. Heb je daar toestemming? Je mag een opmerking maken. Ik wil opmerken dat er ooit een voorstel geweest is namens D66 voor een recyclingmogelijkheid, oftewel een inzamelingsmogelijkheid, zoals die ook in andere gemeenten bestaat. En ik heb eigenlijk nooit meer gehoord of daar een haalbaarheidsonderzoek naar gedaan is. Er waren luiercontainers op bepaalde plaatsen, geloof ik, hè? Op plekken waar je ouders met jonge kinderen vaak komen, ja. Die wordt ook in de bijeenkomst over de Rova meegenomen. Ja, want anders moet je nog weer de ambtelijke ondersteuning vragen. En dat wil ik je vanavond niet meer aandoen, Mark. Ik sluit bij deze de vergadering en wij spreken elkaar morgenmiddag, want dan gaan we je uitzwaaien. Yes.